self-determination. It's the ability to choose. And I think that that's what we all should have a right to, and that's what we're all fighting for. Public debate is vital in a democratic society because if the public doesn't take part, then the politicians take over and decide everything for themselves. And a place like the Bali is important because that's where the public gets to say what they think and shape their opinions and listen to debate. It's incredibly important that people continue to speak out in this way. Acknowledge the limitations and taking responsibility for questioning the limitations. With knowledge comes a certain beauty. We are then in a position to take action on that. Particularly in this very noisy, fast culture, what documentary does, I think, is to take time to make meaning. Documentaire films en kunst in het algemeen is soms een plek waar de mening en waar de positie belangeloos is. Je mag er gewoon zijn, je mag leren. En de Bali is zo'n plek. Goedenavond allemaal, welkom. Welkom in de Bali, welkom bij deze themaavond. Er is bloed aan je telefoon. Zo, we zijn binnen. Ik ben altijd Hunkar, sommigen van jullie kennen me misschien nog wel uit mijn omroepjaren. Denk daarbij Jeugdjournaal, Gewoonjournaal. Ja, zie ik een beetje herkenning? Ja, in die hoek. Hè, godzijdank, ik heb het niet voor niks gedaan. Al die jaren. Nou, ik ben inmiddels al 10 jaar zelfstandig. Ik noem mezelf Global Freestyle Multimedia Journalist. En in vergelijking met de titels die ik vanavond moet gaan uitspreken, valt dat nog reuze mee. Dus ik ben best wel bescheiden wat dat betreft. Het houdt in dat ik videoproducties maak, dagvoorzitterschappen doe, workshops geef, presenteren. En eigenlijk gewoon een soort van tante altijd speel. Als je een vraag hebt, kan ik je daarbij helpen. We gaan het vanavond hebben over de Democratische Republiek Congo. Het is een van de ergste conflictgebieden in de wereld sinds de Tweede Wereldoorlog. Er zijn sinds 1996 volgens sommige cijfers 7 miljoen mensen daar doodgegaan in conflicten. Maar in Nederland hoor je er niks over, ook niet bij mijn vorige werkgever. Er is gewoon amper aandacht voor. Het lijkt wel alsof het conflict te ver van ons bed is. En ook alsof het heel moeilijk is om verandering te brengen in de problemen die er zijn. En toch heeft ons consumptiegedrag rechtstreeks te maken met dat conflict in Congo. Congo zou een van de rijkste landen ter wereld moeten zijn. Simpelweg omdat er heel veel natuurlijke grondstoffen zijn. Hele waardevolle grondstoffen. En toch is het een van de armste landen van de wereld. De mineralen worden namelijk... zijn namelijk essentieel voor onze luxe artikelen, onze elektronische artikelen. Denk aan mijn iPad, denk aan je telefoon, denk aan je laptop. Er zitten allemaal grondstoffen in die daar vandaan komen. Ze worden daar gewonnen onder dubieuze omstandigheden, door middel van uitbuiting, geweld, slavernij. Vandaar dus dat we ze conflictmineralen noemen. En die mineralen worden vervolgens doorverkocht aan buurtlanden en belanden uiteindelijk in onze winkels en in onze handen. Nou, tijdens deze avond onderzoeken we hoe wij als Nederlandse consumenten kunnen bijdragen aan een positieve verandering van het conflict in Congo. We gaan in gesprek met deze vier mensen hier die we straks heel erg uitgebreid zullen voorstellen. Ik noem nu eventjes de namen. Dirk-Jan Koch zit hier, Maria van der Heijden, Laura Gerritsen en Philip Reiniers. Vertel ik straks hoe ze hier terecht zijn gekomen en wat hun expertise is. Maar ik heb ook een medepresentator, Kiza Magendane. En die stelt zichzelf even voor. Kiza. Hallo, dames en heren. Het is voor mij iets speciaals om als presentator te zijn. Ik ben regelmatig in de Bali, maar dan als spreker of panelid. Dan mag ik ongezouten meningen geven. Ik ga dat proberen vanavond niet te doen. Ik moet wel bekennen, ik kom oorspronkelijk uit Congo. En ik heb een emotionele binding met dit land. Ik heb met de mooie mensen die dit programma hebben gesproken, ook gesproken. En daarbij nadrukkelijk gezegd, ik weet vrij weinig van Congo. Ik weet veel meer over Nederlandse politiek dan over Congo. Het is voor heel veel mensen in Hilversum nog even wennen. Want ik word vaak gevraagd om commentaar over Congo te geven. En dan zeg ik gewoon netjes nee. Maar voor vanavond ben ik dus een betrokken burger, zowel in Nederland als Congolees. Ook een emotionele binding met dit land.
En ik hoop, want vandaag staat jullie als consumenten centraal, wij als consumenten centraal. Maar ik ben benieuwd of wij ook de zaal zullen verlaten met het idee dat we burgers zijn. Burgers die betrokken zijn bij misschien de ellende die net is geschetst. En het is voor mij een eer om met al dit gesprek te leiden. Insgelijks kiezen. Ga lekker zitten. Wat we doen vanavond is, we gaan naar een aantal fragmenten kijken van de film The Congo Tribunal, gemaakt door Milo Rau. En ik heb hem helemaal gezien. Het is een buitengewoon schrijnende film. Helaas komen we er niet aan toe om hem helemaal te laten zien. Dat is vorige week al een keer gebeurd, als je toevallig de kans hebt gehad om hem toen te zien. Maar we hebben een aantal fragmenten en die geven wel een beetje goed weer waar we het vanavond over hebben. En ik stel voor om naar fragment 1 te gaan. La population, il va dire comme il de profite, moi les sociétés, le qui une société qui va léser, à qu'on a ma case, à qu'on a quitté tout le temps, on a un homme qui va vous faire vivre, donc il va vous faire vivre, on a un homme qui va vous faire vivre, on a un homme qui va vous faire lakini wakati bali tutupa huko ikakuwa ni kusumbuka ni masumbuko tu tukwemo hamuna kitu. Olo lushilu liki yomunda, liki aholu nika nige abantu, olo lushilu nika nige enka afulu nika nige mpene, olo lushilu luhibiriki aho. Alors c'est quoi cette carte là? Oui, ça c'est une carte qui reprend la concession, la somme de la concession minière de Bandro et ses différentes filiales dans la province du Sud-Kivu. Et Bandro également continue à faire l'exploration dans le reste de ses concessions. 1, 2, 3, 4, 5, 6 permis d'exploitation de Bandro en territoire du Sud-Kivu. Ja, dus de film gaat dus over
De misstanden in de mijngebieden en het tribunaal dat gehouden wordt. Eerst de gehoren in Bukavu in Congo, daarna in Berlijn. De uitspraak duurt ongeveer anderhalf uur. Ik zal hem toch een keer opzoeken als ik jou was. We gaan erover praten, over wat daar allemaal eigenlijk voorbij komt in die film. Het International Peace Information Service, IPIS, is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat informatie, analyse en capaciteitsversterking levert. IPIS ondersteunt organisaties die zich richten op vrede, op duurzame ontwikkeling en op mensenrechten. En de afgevaardigde van IPIS hier vanavond heeft een stevige basis zelf opgebouwd tijdens zijn werk vroeger voor Amnesty International, waar hij gespecialiseerd was in mensenrechten, in movement building en ook in wapenhandel. Hij is bestuurslid van het Vlaams Vredesinstituut en ligt vanavond toe wat het probleem is met conflictmineralen en lokale gemeenschappen. Want wat zijn nou die conflictmineralen en hoe komen ze in onze handen terecht? En welke rol spelen die mineralen in het conflict in Congo? Nou, die vragen stellen we aan Philip Reiniers van IPIS. Philip, welkom. Dankjewel voor de inleiding. Ben ik goed verstaanbaar zo? De titel die ik nu niet meer zie, de titel van de lezing vanavond, is natuurlijk al een binnenkomer. Hè? Dus de vraag, men zegt, er zit bloed in je mobieltje, gsm zeggen wij in Vlaanderen. Wel, is dat zo? Dus dat is interessant natuurlijk. Hè? We gaan het vanavond onderzoeken. Mijn antwoord vandaag is misschien. We weten het niet zo goed. Het is ingewikkeld. Hè? Dus het kan, maar misschien is het niet zo. Maar de onderliggende realiteit is er zeker wel. En er is absoluut een link tussen ons consumptiegedrag en wat er in Congo gebeurt. Dus ik wil daarover een beetje de context schetsen. Ik heb een kwartiertje gekregen. We gaan zien of dat lukt. Misschien is het na vijf minuten al gedaan. De context schetsen en een paar elementen aangeven die we met panel daarna zullen behandelen. Nu, u hoorde dat ik met wapenhandel ben bezig geweest. Dat is misschien niet toevallig. IPIS doet verschillende thema's, maar hoe wij bij die conflictmineralen zijn gekomen. Natuurlijk, je bestudeert wapenhandel, maar die wapens worden ook ergens gekocht. Die worden ergens ingevoerd. En die worden natuurlijk gekocht door gewapende groepen, door milities in Congo. Maar met welk geld? Met welk geld hebben die, welke inkomsten hebben zij om die wapens te kopen en die oorlog, die een beetje suddert, soms intenser, soms minder, om die te laten doorgaan? Een van de antwoorden die is gegeven na vaststellingen, na onderzoek van NGO's, Global Witness en anderen, met een aantal ophefmakende rapporten, dat was de mijnbouw. Die klassieke conflictmineralen waar we dan over horen. Welke mineralen zijn dat? Dus je hebt allerlei manieren waarop gewapende groepen aan inkomsten kunnen geraken. Hè. Je hebt olie, van IS heb je dat gehoord, dat die olie verkochten. Je kan diamant hebben. Hè. In Sierra Leone is er heel veel over diamant geweest. Een film, die film over de Blood Diamond. Ja. Dat is een bekende thematiek. Dit is verwant. Maar we noemen die klassieke conflictmineralen. Dat zijn vier specifieke mineralen die gebruikt worden in technologische apparatuur, laten we zeggen, en daarom dicht bij ons dagelijks leven zitten. En men noemt dat vaak de 3T-mineralen en de G-mineraal. De 3T, dat is cassiteriet. Dat begint alvast niet met een T, maar dat is tin. De tweede is tungsten. Tungsten als wolfram. En de derde is tantalum. Daar maken ze coltan van. En coltan is een beetje een berucht conflictmineraal. En de 3T's worden verzeld door de G, dat is goud. Dus die vier, daar gaan we het over hebben. Dat zijn er worden ook andere dingen gewonnen in Congo, maar in de regio waar het conflict heel sterk speelt en waar die mineralen sterk spelen, gaat het over die vier. Nu, de vraag, hoe worden die gewonnen? Ik denk dat je de beide al zag. In heel het debat wordt er naar twee dingen gekeken. Enerzijds heb je de industriële mijnbouw, zoals je zag. Mensen die mijnwerkers die van een gebied worden verdreven, die daar al tientallen jaren aan het graven zijn, die dan worden gebieden die worden overgenomen door industriële actoren, die natuurlijk ook mineralen winnen voor ons. Dat zorgt natuurlijk voor conflict, maar dat zijn niet per se de klassieke conflictmineralen waar gewapende groepen, dat kwam ook aan bod, waar rebellen zich mee financieren. Want dat zijn natuurlijk niet die grote industriële sites waar dat gebeurt, maar dat zijn eerder kleine, vaak enorm afgelegen, kleine mijntjes, kleine gebieden, waar bijna geen controle is. Je kan daar logistiek bijna niet geraken. Veel van die plaatsen kan je met een wagen niet bereiken. Sommige zelfs niet met een motorfiets, alleen te voet. Moet je soms een dag door het bos wandelen met die materialen, omdat
op transport te zetten. Heel moeilijk bereikbaar, moeilijk controleerbaar in een situatie waar de Oost-Congo, waar de staat, de Congolese overheid, heel weinig controle heeft over het grondgebied. Zowel door de geografie als door natuurlijk een aantal dingen die misgaan in het apparaat van Congo zelf. Dus een beetje een enorm gebied. We zeggen Frankrijk en Spanje samen, dat zich uitstrekt langs die grote meren, waar een eigen, heel eigen dynamiek is en waar weinig controle is wat er gebeurt. Dus je hebt een aantal industriële sites, dat zijn er heel weinig, waar, die men goed kent, waar je dan die labor-conflicts hebt. Dan heb je heel dat lappendeken van kleine gebieden waar rebellen actief zijn, maar vaak ook het Congolese leger zelf. Die, ik heb daar straks een paar cijfers over, die, laten we zeggen, op een kwart van die problematische sites ook aanwezig zijn en zelf, omdat ze geen inkomen hebben of om zich te verrijken, ook actief zijn. En zij zijn natuurlijk ook een speler in het conflict. Zij horen daar ook niet te zijn. Dat maakt het heel ingewikkeld. Dat maakt het ook heel ingewikkeld om daar iets aan te doen. Als je zegt, van ja, welke maatregelen kunnen we nemen? Grootschalige zaken zijn heel moeilijk. Dus is men gaan kijken, de laatste jaar, naar kleine initiatieven. En als die werken, dan kunnen we die misschien vergroten. Nu, de titel van deze lezing, die hadden we misschien 10, 15 jaar geleden ook kunnen hebben. Hè, want dat probleem was toen op de agenda. En het is inderdaad zo dat 15 jaar later het er nog altijd is. En blijkbaar niet zo aanwezig in de actualiteit. In België is dat iets meer natuurlijk. Congo is een ex-kolonie. Hier weinig, begrijp ik. Maar de vraag is hetzelfde gebleven. Hoewel er op het terrein, dat zullen we straks heel duidelijk zien, heel veel dingen zijn gebeurd de afgelopen 15 jaar. Naar aanleiding van die grote campagnes, laten we zeggen rond het jaar 2000, misschien al eind jaren 90, van Global Witness, misschien ook ActionAid, andere NGO's, Amnesty International, was er een grote reactie vanuit hier, vanuit het beleid, vanuit het publiek, vanuit ja, mensen zoals u, maar 15 jaar terug, die daar wel mee zaten. En dat heeft toch wel voeding gegeven aan een aantal initiatieven die al zijn genomen. Notwaar bijvoorbeeld, in de Verenigde Staten is er een heel belangrijke wet gestemd na grote campagnes van onder andere Enough Project, een NGO. Dat is de Dodd-Frank Act. En dat is een wet die zegt dat bedrijven die sourcen uit dat gebied, die moeten aantonen dat er geen conflict, dat ze niet hebben bijgaan aan het conflict. Nu, wat hebben die gigantische Amerikaanse technologiebedrijven gedaan die uit Congo sourcen? Die zijn dan weggegaan. Dat is natuurlijk fijn voor ons als consument, want dan zijn wij heel gerust. Hè? Dus in onze Nokia zit geen mineraal meer. Maar dat is natuurlijk een probleem voor die mijnwerkers. Want die hebben daar niet veel aan. Dat heel die sector, die regio verlaat. Die mensen blijven natuurlijk doorgraven. En die mineralen vinden toch ook hun weg via Chinese, Russische, andere illegaal circuit. Die komen uiteindelijk op manier toch ook wel op onze markt terecht. Ook omdat die aanvoerketens die zijn heel makkelijk te contamineren. Het is heel moeilijk om te controleren. Dus dat was niet echt een oplossing. En die wet was heel erg, was heel goed bedoeld natuurlijk. Maar in Congo werd die berucht als Obama's Law, Loi Obama, wat niet positief bedoeld was. Zo, ja, de wet van Obama, die dat hij niet kent. Nu, NGO's en onderzoeksorganisaties zoals IPIS hebben dat natuurlijk ook vastgesteld dat een aantal initiatieven die al zijn genomen, dat die vaak onbedoelde gevolgen hebben. Je wilt daar iets goed mee doen, maar omdat de situatie zo ingewikkeld is, geraak je daar niet uit of zet je iets in gang dat je niet had bedoeld. Nu, men heeft daaruit geleerd. Sinds die Dodd-Frank Act, die wet, zijn er heel veel andere initiatieven gekomen en is de sector toch wel op een andere manier teruggekeerd naar de regio. Dus vandaag wordt er wel opnieuw gesourced uit Oost-Congo met heel beperkte initiatieven waar men probeert om controle te hebben over een heel klein stukje van de keten. De volledige keten, maar een klein stukje grondgebied. Men gaat nu werken op basis van gevalideerde sites. Dus er zijn systemen, de VN doet dat met een aantal andere organisaties, die gaan kijken welke mijnen in dat gigantisch gebied zijn conflict-free. Vandaar kunnen we gaan sourcen. En op die mijnen kunnen dan bedrijven, en er komt straks aan bod, een keten installeren. En dan weten ze, we gaan alleen vandaar kopen. En dan moeten we natuurlijk zorgen dat daar onderweg niks fout gaat. Maar die dingen zijn intussen gebeurd. Dus eigenlijk is voor mij vandaag de vraag, na al die initiatieven, zit er nu nog altijd bloed in onze telefoon, onze laptop, of is het verbeterd? Nu, ik heb daar ook geen duidelijk antwoord op, maar ik heb wel een paar cijfers. Dus ons onderzoekscentrum doet
Cycli, wij doen mijnsite bezoeken. We hebben een 1600 mijnen bezocht in Oost-Congo, over heel de as eigenlijk, waar dat we heel kleine teams naartoe sturen om te kijken echt wat er op de grond gebeurt. Dus zij doen onderzoek daar, lokale teams, werken ook samen met de overheid om die data te bemachtigen. En daar komen dan periodiek getallen uit. En dat is wel interessant om eens naar te kijken. Dus van die 1600 sites die we hebben bezocht, en laten we zeggen, dat zijn cijfers van een dik jaar geleden, op al die sites samenwerkt er ongeveer 200.000 mijnwerkers. Dus het gaat om honderdduizenden arbeiders en dan ook miljoenen mensen die van hen afhankelijk zijn. Dus het gaat echt om heel veel volk en het is echt een inkomen voor mensen. Dus een mijnwerker in goud kan misschien een beter gemiddeld loon hebben dan een leerkracht in Congo die slecht betaald wordt. Dus het is echt een alternatief, een economisch belangrijk ding. Nu, van die 200.000 mijnwerkers, ongeveer 80% zit in goud te werken en dan 16% in die andere 3T. Maar van al die sites, ongeveer 56% van alle sites waar wij geweest zijn, hebben ze niet speciaal op zoek gegaan naar die sites. Alle die we geweest zijn, is meer dan de helft is een gewapende actor op die mijn actief, die daar niet hoort te zijn. Dat kan het leger zijn, dat kunnen rebellen zijn, die daar taxeren. Dus men gaat dat belasten. En je ziet ook vaak mijnen, en dat is tekenend voor de situatie, waar bijvoorbeeld twee groepen die niet overeenkomen, ook allebei taxeren. De een op vrijdag, de ander op zondag. Dat betekent dat mensen ook wel weten van elkaar waar ze zitten. Bijvoorbeeld Congolees leger versus een rebel, maar ook niet echt belang bij hebben om te beginnen vechten. Die situatie blijft een beetje voortbestaan. Hè. Dat is erg, dus men verdeelt een beetje de koek in sommige gebieden. Je ziet dat. Je ziet dat vaak terugkomen, dat patroon. Dus meer dan de helft. En van die helft, 37% is het Congolese leger zelf en dan 35% zijn rebellen. En die rebellen die kunnen daar ook al heel lang zitten. Dat gaat om groepen die soms uitgeweken zijn uit Rwanda. Dat gaat soms over groepen die eigenlijk verdedigingsgroepen waren, Congolese milities, tegen dan Rwandese binnenkomende groepen die daar een eigen leven zijn gaan leiden, niet meer gecontroleerd worden. Dat zien we. En we zien dus dat door een aantal geslaagde initiatieven om de sector wat onder controle te krijgen, in de 3T vooral, zien we dat goud het topconflictmineral is geworden. Omdat dat minst goed gereguleerd is. Dus 64% van de goudmijnen zijn vandaag nog onder invloed van die gewapende groepen. En in sommige gebieden van Congo is dat 90%. Dat zie je. En een groep zoals de FDLR, dat is een bekende rebellengroep, dat gaat er niet heel goed mee tegenwoordig, maar toch, die krijgen te maken met serieuze tegenstand, die zijn verzwakt geraakt. Maar volgens onze cijfers halen die enkele duizenden dollars per week uit goud. Waar ze dan zichzelf mee kunnen verrijken, doorsluizen. Dat gaat ook voor een deel terug in de Congolese economie, dat is niet slecht per se, die gaan ook naar de winkel, hè. Maar die daar ook wapens mee kopen. Dat is absoluut een probleem. Dat is een beetje de schets van wie zijn die mineralen en wat zit erachter. Wat hebben we nu gedaan? De initiatieven zelf, ik denk dat die aan bod zullen komen straks. Maar ik wil nog een paar randopmerkingen maken misschien. Ik denk dat het belangrijk is, ik heb het er juist aangehaald, dat het belang dat wij hebben bij onze schone, propere telefoon is niet hetzelfde als het belang van die mijnwerker. En ik zou dat fijn vinden als we dat kunnen meenemen, want dat komt vaak echt niet genoeg aan bod. En wij proberen dat perspectief, het lokale perspectief, mee te nemen. Dus er zijn heel veel mijnwerkers die nog nooit een gewapende groep hebben gezien. En die zijn ook niet geïnteresseerd in al die systemen die op hen worden losgelaten vanuit Europa, vanuit Amerika, om die sector te reguleren. Dat is ook een sector, men noemt dat soms illegale mijnbouw, hè? Maar het is eigenlijk een informele mijnbouw. Heel Congo drijft op of werkt informeel. Dus men taxeert daar wel, maar dat is niet duidelijk. Dat heeft zijn eigen wetmatigheden. En men spreekt altijd over formalisering. We willen de mijnbouw formaliseren, procedureel in orde maken, dat we dat beter kunnen controleren. Maar die mijnwerkers die hebben daar vaak niet zoveel aan. Dus we moeten dat wel beseffen. En het is ook belangrijk om te weten dat conflict-free... U zal dan blij zijn als u hoort, uw telefoon is conflict-free op een dag. Dat is niet hetzelfde als fair trade. Dat zegt niks over de omstandigheden waarin dat de mijnbouwers aan het werk zijn. Dat zegt niks over de instortende tunnels. Dat zegt niks over een potentieel sociaal conflict op een site waar het botst met industriële mijnbouw. Dus dat speelt allemaal mee. En ja, we hebben de Fairphone, die komt straks aan bod. We kunnen over praten. Is dat dan fair trade of niet? Want in heel dat spectrum van industriële actoren die op de markt zijn, Apple, Nokia,
Fairphone heeft allerlei... Sommigen zijn beter dan anderen in hun due diligence, wat men zegt. Due diligence, dat betekent gepaste zorgvuldigheid in het gebruik van uw aanvoerketen. Dus sommige bedrijven gaan beter controleren van waar ze kopen en andere minder goed. Men moet daar ook over rapporteren. Wij lezen die rapporten. Ze gebruiken ook soms ons onderzoek of van anderen om te kijken van hoe is de situatie op het terrein. Dus die initiatieven zijn er wel. Hè? En de ene is al beter dan de andere. En het is vaak gevaarlijk om die te gaan ranken. Het is vaak gevaarlijk om te zeggen Apple is beter dan Panasonic. En zo. Het is heel moeilijk te meten, denk ik. Maar je kan wel kijken, neem ik aan, welke dat er meer inspanningen, welke dat er transparanter zijn, meer moeite doen om het uitgebreid uit te leggen wat ze doen. Dat is een tweede ding. Het derde, en ik denk dat ik daarmee dan mijn kwartier afsluit, want ik ben vergeten kijken op het klokje wanneer het begon. Hè. Dus als je er nog één doet, dus klopt het precies. Hè? Klopt precies. Ja, klopt precies dan. Mooi. Er is ook een hele belangrijke ecologische component die veel mensen niet interesseert, maar die wel speelt. Er is ook mijnbouw in beschermde natuurparken in Congo. En als daar gewapende groepen zitten, dan gaan die ook jagen. En die jagen met zware wapens. Dat zijn ook die mensen die neushoorns en olifanten. Dus dat is ook een component. Dus het is niet omdat wij bijvoorbeeld erin slagen om onze telefoon op orde te krijgen, dat je heel dat grondgebied van Congo... Je negeert daarmee een aantal grote problemen in Congo. Wij gaan daar geen last van hebben, want onze mineraal gaat niet komen uit dat natuurgebied, als we het goed doen. Maar dat ligt daar wel, dat probleem. Dus mijnwerkers, er is ook een groot gezondheidsprobleem. Dus bij goudwinning wordt vaak kwik gebruikt. Dat is heel, heel giftig. Gaat in de bodem, in de voedselketen. Mensen krijgen daar kanker van. En gemene andere ziektes. Je hebt ook... coltan, ja, we kijken naar coltan, maar coltan is ook carcinogeen. Als je dat niet met masker doet, kan je daar echt wel slecht voor een jaar lang mee contact. Al die zaken die vallen echt buiten die conflictmineralagenda. Dus wat wij voor pleiten is van ja, bekijk dat ruim. Je kan niet op één ding werken als consument en dan blij zijn dat er geen rebellen meer middelen krijgen. Dat zijn een paar aandachtspunten dat ik wou meegeven. Naast de allergrootste uitdaging, donoren die stoppen wel geld in dat soort projecten. Die financieren ons ook. Hè. We krijgen geld van regeringen om nuttige informatie te brengen. Er zijn initiatieven die heel interessant zijn. De grote vraag van donoren dat is, hoe kunnen we dat op grote schaal gaan doen? Want we beginnen te zien welke dingen er kunnen werken. Maar hoe ga je dat dan doen zonder een miljoenenfinanciering van de Amerikaanse overheid of een Europese overheid? Hè? En zonder... hoe ga je dat doen op een grote schaal, dat systeem zichzelf reguleert en blijft bestaan? Dus die schaal is ook een enorme uitdaging om echt iets te doen voor grote aantallen mensen die daar dus vandaag onder lijden. Ik heb niks gezegd over de onderliggende gruwel. Dat komt in het documentaire wel aan bod, denk ik. Wat de rebellen doen, wat het Congolees leger doet, dat is geen abstract verhaal over mineralensourcen. Daar zijn grootschalige mensenrechtenproblemen, vrouwenrechten, kinderarbeid is er ook nog. Er worden heel vaak dorpen uitgemoord. Dus op heel grote, heel intense schaal. Ik noemde dat daarnet een low intensity conflict. Ik heb dat zo genoemd. Het is geen open oorlog, maar het is een constante dreiging of gebruik van geweld op een kleine schaal, maar met enorme impact voor de mensen daar. Ik denk dat is het achterliggende reden waarom ik dit allemaal belangrijk vind. Ik vermeld het bijna niet omdat het bijna vanzelfsprekend is. Het komt ook aan bod in de documentaire, denk ik. Zo, dit als inleiding. Dank je wel. Dank je wel, Philip. Gewoon ook. Philip, kom lekker zitten. We hebben nu een beetje het tipje van de ijsberg gehoord. Eén ding wat mij altijd is bijgebleven is dat de hele onrust in Rwanda, Congo, dat is toch wel toevallig op precies dezelfde dag gebeurd, dat wij met z'n allen telefoontjes nodig hadden. Zit daar verband tussen, vraag ik me dan toch af. En wie zit er dan achter? Ja. Wel, er is natuurlijk wat er in Congo gebeurt, heeft veel te maken met wat er in de buurlanden gebeurt. Dus het conflict in Oost-Congo is in zekere zin voor een deel een fallout van de situatie van Rwanda. In Rwanda. Ja. Ja. Er zijn een aantal... Ja, de,
de problemen komen altijd uit het oosten daar natuurlijk. Hè. Dus in der tijd is Mobutu ten val gebracht vanuit het oosten, gesteund door allerlei landen in de regio. Ook Oeganda, dat ging ruimer dan Rwanda. Het is niet altijd alleen Rwanda. En intussen zit men met die situatie. Maar los daarvan, ik weet toch niet of het verband zo helder is. Want wat mensen in ons onderzoekscentrum zouden zeggen, dat is dat daar een aantal... Onder die laag van mineralen en grondstoffen zitten andere lagen die al honderden of duizenden jaren voor conflict zorgen. Je hebt ook landconflict, je hebt etnische conflicten, dat zit er allemaal onder. En ik denk eerder dat dit dat versterkt. Dat bestaande verhoudingen worden versterkt door die mineralen, eerder dan dat daardoor begonnen is. Dan dat het een oorzaak is. Ik moest het even vragen, want je hebt er onderzoek naar gedaan. Kiza. Ja, ik heb ook vragen over die andere lagen, maar volgens mij gaan we straks over hebben, omdat het aandacht daarover gaat, over de context van het conflict. Maar we gaan het gesprek voeren met de andere drie gasten. Ja, klopt. Ik zal de volgende gast alvast uitnodigen. Dirk-Jan Koch. Ik moet het goed zeggen, professor Dr. Dirk-Jan Koch. Hij is namelijk in 2009 gepromoveerd bij de Radboud Universiteit op onderzoek naar geografische keuzes van ontwikkelingsorganisaties. En dat heeft hij uiteraard cum laude gedaan. Hij is deskundig op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. En voor de Nederlandse overheid is hij speciaal gezant voor de natuurlijke hulpbronnen sinds 2014. En op dit moment is hij aan de Radboud Universiteit verbonden als buitengewoon professor ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast is hij oprichter... oud-voorzitter van de European Partnership for Responsible Minerals. Dat is een multi-stakeholder initiatief van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden gericht op het stimuleren van verantwoorde mineraalwinning. En hij heeft daarnaast voor het ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt, onder andere in Congo en Nigeria. Dirk-Jan Koch. En hij is pas 22, heeft hij allemaal... Nee, oh, grapje, kom erbij. 23, zeg je, ja. Ja, zo mooi, daar zitten we zo mooi, zo leuk om en om, ja. Volgens mij heeft Aldit een vraag voor jou in 20 woorden. Ja, ik zou willen graag dat je in 20 woorden, en daar gaan we je echt aan houden, reageert op het verhaal, op de introductie van Philip. Even gewoon het schot voor de boeg. Ja, geweldig, inspirerend, correct, kloppend. Nee, ik... Hij heeft het gewoon heel goed gedaan. Ik denk dat hij... ik ga alleen maar complimenten geven. Oké, goed. Nou, dan hebben we dat tenminste binnen. Onze volgende gast, Maria van der Heijden. Ze werkt voor ActionAid. Een organisatie die mensen in ontwikkelingslanden steunt. Bij het opkomen voor hun eigen rechten. ActionAid is in meer dan 45 landen actief. En gelooft in gelijke kansen voor iedereen. Maria zelf is, en dit is echt een hele lange titel, Senior Policy Advisor Corporate Accountability and Natural Resources. Oftewel beleidsmedewerker. Beleidsmedewerker, ja. Een week of twee geleden kwam ik haar tegen tijdens de Wind Days. En dat was een tweedaagse conferentie van de windenergie sector. En wie schetst mijn verbazing, wat bleef hangen van haar verhaal bij mij, is dat we... Ondanks het feit dat we dus proberen goed te doen door duurzame energie op te wekken, dat die actie van ons toch ook weer een voetdruk achterlaat in het zuidelijk halfrond. Dus hoe we het ook proberen te doen hier, we hebben heel veel grondstoffen nodig. Dan komen we in situaties die misschien het daglicht niet kunnen verdragen. En dat is waarom we er hier hebben uitgenodigd. Maria, kom erbij. Maria van der Heijden. En ook aan jou de vraag of je in maximaal 20 woorden zou kunnen reageren op de introductie van Philip. Ja, dat vond ik natuurlijk ook heel interessant. Kan ik het niet anders zeggen. En even de microfoon echt heel dichtbij. Dichterbij? Ja, zo ja. Is het zo beter? Ja. Wat ik daar ook nog graag aan zou willen toevoegen is... Je verwees ook al eventjes naar de ecologische impact... En wij als ActionAid is een mensenrechtenorganisatie en we werken in verschillende landen op grondstoffenwinning. En de conflictminerale discussie beperkt zich vaak tot Congo. En dat komt omdat, nou ja, dat zullen we ook nog zien in de filmpjes, omdat je daar heel duidelijk die conflictdimensie ziet als in gewapende mannen vaak...
Tegelijkertijd is grondstoffenwinning gaat heel vaak gepaard met een vorm van conflict. En dat is eigenlijk, nou ja, we hebben dat zelf overigens in Nederland ook met onze gaswinning. 20 woorden. Daar wil ik ook, ik wil graag ook het gesprek vandaag wat verbreden. Dat er heel veel conflict is waarbij er grondstoffenwinning is. En dat is niet alleen maar in, in Congo. Komen we uitgebreid op terug. Laatste gast kiezen? Ja, de volgende gast vertegenwoordigt Fairphone. En dat is een maatschappelijk betrokken onderneming die zich inzet voor eerlijke elektronica. Wat dat is, gaan we straks horen. Zij heeft ook een dure titel, hoofd value chain. Wat eigenlijk betekent dat ze zich bezighoudt met verantwoordelijk winnen van mineralen. Zij heeft politicologie gestudeerd. En voordat zij bij Fairphone werkt, heeft ze onder andere in Oost-Afrika in de internationale ontwikkelingssector gewerkt. Laura Gerritsen. Welkom, Laura. Lukt het jou wel in 20 woorden? Pas wel. Ja? Hele dure titel. Het is over waardeketen en over de sociale en milieu-innovaties daarin. Helemaal van mijnbouw tot misschien einde. Misschien in plaats van een open vraag kunnen we hem specifiek vragen dit keer. Op basis van het verhaal van Flip. Wat is het verband tussen jouw rol bij Fairphone en het verhaal dat Filip net ons vertelde? Ja, dat is een lang verhaal. Dat kan ik niet in 20 worden. Even heel kort. Waardeketens. Dus ik ben bezig van wat zit er in die telefoon? Waar komt het vandaan? En hoe kunnen we het eigenlijk connecten aan initiatieven die het beter doen? Be it ietsje beter of een heleboel beter, zoals Fairtrade. Ja. En je richt je op de productieketen. Ja. Met name. Ja, ja, goed. We gaan samen kijken naar twee fragmenten achter elkaar uit die film The Congo Tribunal. En daarna praten we verder met dit panel. La République démocratique du Congo, notre pays, est riche. Ces richesses n'ont jamais profité au peuple. Par ailleurs, elles créent, alimentent et aggravent les conflits. Ces grandes entreprises vont rentrer dans leurs pays respectifs. Ils vont nous laisser un sol, un sous-sol qui n'a plus de ressources que l'on peut exploiter. Il est donc temps que la République assume toutes ses responsabilités en amenant les multinationales à respecter le peuple congolais et tous ses droits. Si le gouvernement ne respecte pas le peuple, eh bien, les entreprises ne vont pas respecter le peuple. Le comportement de la communauté internationale est guidé par des intérêts. Ce n'est pas par les beaux yeux des Congolais qu'on nous apportera la paix, jamais. La communauté internationale est derrière les États forts dans leur force. Si vous êtes faible, eh bien, elle va vous accompagner dans cette faiblesse. Vous avez la parole, monsieur Paul. Merci. Excellence, monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, vous le savez bien, ceci est un tribunal fictif qui n'a pas été réuni par un État ou une organisation internationale. C'est donc un tribunal qui ne dépend de personne. C'est un tribunal symbolique, un tribunal du peuple, un tribunal qui finalement se sent uniquement responsable de l'opinion publique. Mais le tribunal sur le Congo ne trouvera sa légitimité que dans son avenir, par l'aide qu'il apportera au développement, prenons ce mot dans son sens positif, au développement de ce merveilleux pays qu'est le Congo, et il n'aura eu d'autre ambition que laisser entendre la vérité, rien que la vérité. Merci. On se dit, nous ne sommes pas protégés par l'État. Il faut qu'on songe à notre propre sécurité. Et les idées d'autoprotection naissent dans les têtes des gens, l'idée des milices, pour d'abord protéger la communauté. Et c'est des milices qui vont évoluer, et pourraient évoluer vers des rébellions. Ce témoin était un creuseur artisanal sur le site de Bissier, jusqu'au moment où il est entré au groupe
armée de Tcheka. Ce groupe armé a été fondé pour combattre la société MPC et défendre les droits de la communauté locale de Walikale. D'après vous, qu'est-ce qui justifie la présence de groupes armés dans le Walikale? Qu'est-ce qui amène les fils et filles de Walikale à se retrouver dans des groupes armés? Il y a alors un mécontentement pour les ressources naturelles de Walikale, dont les enfants de Walikale ne bénéficient pas de leurs richesses. Il y a une crise de l'autorité de l'État, pas de la police. Les FRDC, ils ne sont pas là. On ne peut que les voir dans des grands centres. Il y a aussi un problème de chômage. Alors, tous ces enfants qui travaillent dans ces sites, ils se sont déversés dans des groupes armés. Pouvez-vous nous affirmer que les groupes armés auraient, entre autres, comme motivation principale, la protection des populations? Oui. Ceux qui apportent des accusations comme quoi les groupes armés organisent parfois des occasions de viol sont des menteurs. Répétez la question, s'il vous plaît. Pouvez-vous en fait confirmer que tous ceux qui disent que les groupes armés organisent des viols sont en train de mentir? Les viols ne sont pas seulement chez les groupes armés, même au sein des FRDC. Ja, het conflict in Congo en die conflictmineralen, die zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. En er spelen ontzettend veel belangen, waardoor dus verandering moeilijk tot stand te brengen is. Het lijkt wel soms alsof het tot in stand houden juist van dat conflict en die instabiliteit, dat hoog op de agenda lijkt te staan. De vraag meteen aan jullie, klopt dat? Is het zo dat het in stand houden van het conflict, dat voor de belanghebbenden een belangrijk iets is? Wie mag ik met jou beginnen, Laura? Alhoewel het een hele moeilijke vraag is. Als je kijkt naar de verschillende lagen wat Philip al toelichtte van dit conflict, zijn het er een heleboel. Het is een regionaal conflict. Het is je hebt micro-conflicten die gaan over bepaalde landgrabbing-ideeën. En je hebt een internationaal systeem waarin Congo ook geplaceerd zit als een enorm mineraalrijk land. En wat interessant is, het is geopolitiek, maar aan de andere kant zit er ook een hele economie achter. Als je kijkt naar onze economie, hoe die nu is ingericht, is die ontzettend transactioneel. Het is goedkoop inkopen, goedkoop verkopen. Dat is eigenlijk nog steeds waar we op gebaseerd zijn. En alles wat daartussenin gebeurt, is opaque. Dus ik weet niet hoe ik dat in het Nederlands kan vertalen, maar intransparant. Enorm intransparant. Dat betekent dat alle verborgen kosten, be it mensenrechten schendingen, environmental kosten, niet in deze transacties worden meegerekend op dit moment. Waarbij je eigenlijk... Dus dat komt er nog bovenop. Ja, waar je eigenlijk zegt van, het is een economie van specialisatie, waarbij die relaties weg zijn. Maar ook wij als consument, als wij een product vasthouden, beseffen wij ons niet dat daar misschien wel honderden materialen in zitten, dat daar ketens achter zitten waar duizenden en duizenden mensen aan die producten hebben gewerkt. En we gooien het elk jaar weer weg. Om weer opnieuw die cyclus te stimuleren waarbij die economische trein eigenlijk doorgaat. Het is een lang gecompliceerd verhaal. Maar dat wel een beetje onderschrijft wat ik vraag. Of die belangen dusdanig groot zijn dat het zichzelf in stand houdt. Maria, jouw mening daarover? Ja, nee, ik ben het wel eens met Laura. En ook gelinkt aan het thema van vanavond, ook de consument hier. Daar is natuurlijk wel nu een hele zaal vol met betrokken burgers. Maar de vraag is op het moment dat zij consumenten zijn en in de winkel staan, of ze dan dezelfde keuze zullen maken. Namelijk, denken ze dan ook aan dit verhaal? En jullie misschien wel na vanavond, of dat delen jullie misschien al. Maar heel veel mensen zijn dat natuurlijk niet. En we zien ook de parallel met de kledingindustrie, dat heel veel mensen weten dat er misstanden zijn in de kledingketens. Tegelijkertijd, dus dat weten ze als burger, maar op het moment dat ze dan de winkel instappen, dan gaat het toch vooral om prijs en kwaliteit.
Ik wil er wel gelijk bij zeggen dat ik absoluut niet de eindverantwoordelijkheid en de grootste verantwoordelijkheid bij de consument wil leggen. Want nou ja, Laura zal er vast nog meer over vertellen. We hebben het prachtige initiatief van de Fairphone die we kunnen kopen. Maar tegelijkertijd zijn er nog heel veel andere producten waar ook grondstoffen in gaan. Onder andere conflictmineralen en heel veel andere grondstoffen die ook problemen opleveren bij de winning. En dat is eigenlijk alles wat beweegt en knippert om je heen en in je huis en je auto. En nou ja, de windturbines ook, ik noemde het al even. En daar kunnen consumenten niet een bewuste keuze maken wat voor grondstoffen daarin gaan, waar ze vandaan komen. Voordat we naar de consumenten gaan, even het probleem schetsen. De actoren die betrokken zijn, even voor het publiek ook. Ik zal af en toe vragen stellen. Ik ben niet alleen mijn luisteraar. maar even dit verhaal koppelen. Even voor jou, Dirk-Jan. Ja. Het geopolitieke aspect. Ja. Zou jij voor ons dat even kunnen schetsen? Wie zijn de actoren hier? En welke belangen hebben zij bij? Ik denk dat Filip dat mooi heeft uitgelegd. Hij had het over een verschillende lagen. Ja. En misschien mijn vraag specifieker. Is het niet armoedig om het alleen maar als een soort van etnisch probleem te zien? Ja, ik was geplaatst op de Nederlandse ambassade in Kinshasa. En ik gaf daar op iedere vrijdag... Hoofdstad van Congo. Dit Congoland, want er zijn er twee. En, ja, inderdaad. En op de vrijdagen ging ik daar naar de universiteit om les te geven aan de studenten. En mijn vak heette internationale samenwerking. En... ik dacht dat die studenten ook eigenlijk wel blij zouden zijn met alle steun die wij uit Nederland gaven. Want we waren toch een belangrijke donor in het land. Maar de studenten zeiden tegen mij van nee joh, je moet je vak niet internationale samenwerking noemen, maar internationale tegenwerking. En ze hebben echt het gevoel dat zij totaal uitgebuit en geëxporteerd worden. Dead aid. In plaats van, ja. Ja, en terwijl... ik heb er wel veel over nagedacht, maar ik heb uiteindelijk toch het gevoel dat eigenlijk de internationale gemeenschap eigenlijk niet zo heel veel interesse heeft in Congo. Als je nou kijkt bijvoorbeeld naar waar sturen we nou echt troepen naartoe of soldaten naartoe. Nou, dat is niet naar een land als Congo. Ik zei tegen de studenten, volgens mij zijn we gewoon niet zo heel erg geïnteresseerd in Centraal-Afrika. Wat die studenten vervolgens zeiden van ja... Maar als jullie inderdaad in de VN-vredesmissie in dat land ook blanke mensen willen stoppen, dan nemen jullie nog erger te grazen dan de Taliban in Afghanistan. Dus het is alleen maar een maskerade. Dus daarom stoppen jullie Nepalezen in die missie. Nou, wat ik probeerde dat te ontkennen, maar ze zeiden, ik was natuurlijk deel van het complot. Je probeert het te ontkennen. Maar echt lukken doet het niet. Voor mensen. Nee, want voor hen was ik deel van het complot natuurlijk. Ja. Van het internationale complot. Kijk, wat je ook in deze film in ieder geval ziet... in Congo Tribunal... is dat het probleem alleen maar uit het buitenland komt. En wij graag die instabiliteit in Congo willen handhaven. Nou, dat zo in zie ik niet. In hoeverre klopt die lezing? Want dat is eigenlijk de vraag. Ja, ik denk niet dat onze multinationals... of het nou de Philips is of de Apple... heel graag... instabiliteit in die landen hebben. Ik denk dat ze liever stabiliteit hebben, want dat ze makkelijker zaken doen. Dus vergeef me als ik een beetje cynisch kijk. Dat gaat vanzelf over. Ja. Ik wil deze vraag ook naar Filip verplaatsen. Ja. Trouwens, voor geïnteresseerden, het boek reclame Congo Code. Is deze anekdote ook daarin verwerkt. Hij heeft een boek geschreven. Filip? Die belangen, ja, Filip. Zijn die dusdanig groot? Je had het over wapenhandels, hè? Wij weten dat deze rebellengroepen wapen nodig hebben. Kunt u iets vertellen? Want ik wil hem koppelen bij dat internationale complot. Waar komen die wapens vandaan? Ja, wat je zag, je ziet het hier, dat is de Kalashnikov, dat is Russisch. Ja. Maar die zijn overal. Hè. Heel Afrika zit vol Kalashnikovs en half Azië ook. Dus ja, die zijn er al. Hè. Dus die komen niet per se ergens vandaan. Dus ik zeg inderdaad wel, ze kopen wapens, ja. Maar er is een gigantisch aantal wapens in omloop. Ze kopen natuurlijk munitie. Munitie komt vaak uit China, via Sudan bijvoorbeeld. Dus ja. Sudan is China en Rusland indirect mede verantwoordelijk voor de ellende daar, zou je kunnen zeggen. Zeker. En, ja, en het Westen heeft er echt helemaal geen aandeel in. Maar ja, maar kijk, in andere campagnes van NGO's gaan men ook de permanente vijf van de VN. Dat zijn de grootste exporteurs van wapens ter wereld. Nederland ook trouwens.
Wel, die zit niet bij de grootste vijf, maar die is ook een belangrijke exporteur, België ook. En veel wil erop, natuurlijk hebben we er iets mee te maken. Maar het is niet dat dat conflict wordt uitgevoerd met Europese wapens. Dat is niet wat we zien. Nu, het gaat over verantwoordelijkheid en buitenlandse inmenging. Nu, die is er wel. En de bedrijven, die zelfs due diligence, hè, waar wij zo positief over zijn, wordt door sommige Congolezen als, gezien als gewoon een nieuwe manier, een legitieme manier van het Westen om die grondstoffen weg te zuigen. Maar we noemen het nu due diligence. Ja. Dus je kan dat zeggen. Maar wat de Congolees heel erg gaat zeggen, die gaat niet alleen maar naar de Westerse of Chinese bedrijven, die gaat ook naar de Congolese politiek kijken. Er is een enorme verantwoordelijkheid bij de Congolese politiek en we moeten dat meepakken. En Kabila heeft het niet goed gedaan. De Congolese vinden het echt. Maar dat is dus de reden dat ik die vraag stelde toen je net klaar was. Want je kunt het bijna één op één in de agenda leggen. De dag dat de conflicten, met name in Congo en Kabila, dat was echt rond de tijd dat wij allemaal in één keer een telefoon gingen kopen. En dus waarschijnlijk een... Ja, ik ga dat toch even nuanceren. In die zin, wat je ziet, dat Congo heeft altijd op het verkeerde moment de grondstoffen die de rest van de wereld nodig heeft. Ja. Dus toen we voor onze theefortjes rubber nodig had, bleek het in Congo te zitten. Toen we uranium nodig hadden voor de bom, kwam het in Congo. Toen we dus die coltan nodig hadden, kwam het daar vandaan. En nu voor de elektrische auto's komt de kobalt ook weer uit Congo. Jan, als ik mag onderbreken, want dit klinkt wel heel erg als verschuiven van verantwoordelijkheid. Hè? Want in al die stappen waren er natuurlijk actieve interventies, in dit geval uit België, om te profiteren van de grondstoffen. En de vraag van al dit is eigenlijk, hebben wij zelf geen profijt bij het feit dat het instabieler is en dat die grondstoffen, dat de chaos... Nu ga ik zelf in complot denken. Ja. Maar eigenlijk, ik wil mij daar niet in begeven. Ik ben geïnteresseerd. Nee, maar dan zeg ik het wel. Want Kabila was ooit onze vriend van het Westen. Ja. En ineens niet. Dus daarom vraag ik het ook. Ik wil niet in complot denken. Maar misschien voordat we kijken naar de rol van Nederland. Want dat was ook onze vraag. Heeft de Congolese overheid überhaupt een verantwoordelijkheid hierin? We hebben een rol. We hebben in het filmpje ook gezien. Je hebt ook geschetst over een vallende stad. Die om geografische redenen niet slaagt om het land te stabiliseren. Ja, om politieke redenen ook. Ja. Kunt u dat toelichten? Ja, er is veel om op te reageren opeens natuurlijk. Ja, maar wij zijn niet zo bezig als onderzoekscentrum met de situatie in Kinshasa, maar dat hangt altijd ergens op de achtergrond, is dat aanwezig. Hè. Kabila heeft verschillende termijnen gedaan. Zijn volk is teleurgesteld in hem. Dat was ergens een belofte. Er is goed gewerkt met de Wereldbank enzovoort in het begin, maar dat heeft teleurgesteld. Het is corruptie, het werkt niet, hij heeft het land niet onder controle, hij wil het ook niet. Hij kijkt naar zijn kleine kring, er zijn sancties op internationaal niveau. Het is tijd voor verandering. Daar, elke Congolees zegt dat. Gaat dat een alternatief beter zijn? Dat weten we niet. Maar dat is echt een politieke situatie. Wat de internationale aandacht betreft, ja, ik geloof niet dat onze staten baat bij hebben bij een instabiel Congo. Niet. Nee. Ik geloof dat niet. Trouwens, de grootste VN-missie ter wereld, troepenmacht, is in Congo. Hè. Dus er zijn meer dan 10.000 man blauwhelmen. Als je die daar weghaalt, waarom zijn dat veel Nepalezen? Omdat die dat doen als nationaal inkomen. Hè. Nepal, Cambodja en Pakistan, die verdienen geld door troepen te sturen. Je kunt daar van alles over zeggen. Maar daar is een enorme aanwezigheid daar. Dat zijn dan niet per se blanken natuurlijk. Maar en wij betalen natuurlijk. Hè, als betalen het Westen betalen factuur, wij... En dat is wat Donald Trump dan ook vaak zegt. Van, ik wil die factuur niet meer betalen enzovoort. Allee, maar dat kost ons ook wel. Maar komt dat de Congolese ten goede? Dat VN... leger, wel, in dit geval. Is dat een goed wil van ons het Westen om... De MONUSCO eten vroeger Monuc en de Congolezen, omdat Monuc kwam nooit tussen. En ze noemden die Monique. Ze lachten daarmee. Monique. En ze hebben dan MONUSCO heet het nu. Maar pas op, die hebben een tamelijk offensief mandaat hoor vandaag. Die grijpen ook wel in, niet altijd. Maar het is niet dat die nooit tussenkomen. Dat is ook echt niet waar. Toch komt er inderdaad, in die film komt er ook voor. Ze zitten op 9 kilometer afstand van een massacre, jongens. Ja. En massamoord. Massamoord, dank je. En grijpen niet in. Ik bedoel, goed. Ik wil even verder, want anders blijven we in dit kringetje van belangen en dit en dat. Ik wil even naar Dick Jan. 2 jaar geleden stond jij precies hier in de Bali te vertellen over hoe verschrikkelijk het allemaal wel niet is daar. En nu zitten we er weer. What went wrong? Ja. Wie heeft zijn werk niet gedaan? Ja.
Oké, okay. Nou, het was gelukkig. Oh, ik weet niet, het was 3 jaar geleden, maar inderdaad, er is. Oh, 3, sorry. Dat maakt niet uit. Er is wel het een en ander gebeurd, maar de resultaten laten op zich wachten. Wat we dus te zien en. Er werd al gerefereerd aan de Amerikaanse wetgeving. Nou, we hadden hier het debat toen. Was het vlak voordat we er ook met de Europese wetgeving kwamen. 2 jaar geleden is er nu ook Europese wetgeving over conflictmineralen gekomen. Waar nu ook Europese bedrijven moeten beter gaan aantonen wat ze eraan hebben gedaan om zich er zeker van te zijn dat ze niet bij hebben gedragen aan conflicten. Maar die wet die treedt pas in werking in 2021. Zodat iedereen tijd heeft om zich voor te bereiden. Nou, op zich goed initiatief. En ook samen met Fairphone en IPIS hebben we dat partnerschap opgezet. Om te zorgen dat er niet een boycott komt. Hè? Want wie zijn jullie in dit geval? De ministerie van Buitenlandse Zaken. Met het bedrijfsleven. Nou, met een paar positieve mensen in het bedrijfsleven, laat ik het zo zeggen. En met onderzoeks-NGO's. Om aan de slag te gaan. Want we willen niet hetzelfde effect wat. Dat iedereen zich weer terugtrekt. Want daar worden die 200.000 mijnwerkers en hun families ook niet mee geholpen. Maar je wil dat zij minder uitgebuit worden door die milities. Ja, dat is een Nederlands initiatief. Nee, ja, inmiddels begonnen in Nederland, maar inmiddels Europees. En we zien daar dus de eerste projecten nu van beginnen. Ga je gang. Ja, mag ik door, tante, al dit? Ja. Ik was echt gek. Ja. Jij noemde zei dat ik 22 was. Ja. Dus, bijvoorbeeld goud is het grootste probleem. Want dat is zo makkelijk te smokkelen. En 98% van het handgewonnen goud in Congo verlaat nog steeds het land op illegale wijze. En nu zijn we dus bezig om ervoor te zorgen dat er een aantal projecten worden opgezet. Dat we dat goud echt helemaal kunnen traceren. En dat het ook echt bijdraagt aan de ontwikkeling. Met name voor de vrouwenrechten daar. En willen we ook dat die bedrijven met wie we in het partnerschap zitten ook dat goud gaan gebruiken in hun producten. Dus ja, er gebeurt het een en ander. Er gebeurt er een bruggetje snel gemaakt naar Maria. Hoe kun je in vredesnaam vanuit Nederland, zeg maar Den Haag, controleren of dat allemaal goed gaat zoals wij dan hebben besloten dat het zou moeten? En dat je die vrouwenrechten meeneemt en die kinderrechten meeneemt. Hoe? Nou, dat is best wel ingewikkeld. Gelukkig is daar wel al heel veel informatie over beschikbaar. En hebben al heel veel mensen daar heel lang over nagedacht. Maar eerst nog even één stap terug. En dat is, het helpt als je het echt wil. En dat is ook de reden waarom er een aantal initiatieven misschien al wel wat effecten hebben gehad, maar nog veel te weinig. Nog één aanvulling over wat Dirk-Jan zei over die conflictmineralenwetgeving. Daar is dan in Europa een aantal jaar over onderhandeld. Zo gaat dat bij Europese wetgeving. Maar vervolgens is daar dan ook uit onderhandeld dat er dan nog weer een aantal jaren de tijd gegeven wordt aan bedrijven om te starten met het implementeren van die wetgeving. Nou goed, de discussie, de wetgeving in Amerika is al in 2011, 2012 is die discussie en het wetgevende proces afgerond. In Europa is dat een beetje zo gestart rond 2013, 2014. Nou, uiteindelijk moet er een wet geïmplementeerd worden in 2021. Die is ook nog zo opgeschreven dat het alleen maar de importeurs van ruwe mineralen betreft. Dus, en dan ook nog eens een keer alleen maar deze 4 mineralen die we net hebben besproken. Terwijl er in veel meer ketens problemen zijn. De kobalt is al aan de orde gekomen. Maar goed, ik kan nog heel veel andere grondstoffen opnoemen waar ook problemen in zijn. Want als je nou eenmaal heel grote grond open gaat gooien en daar mensen van hun land af gaat zetten, dan worden mensen niet blij en dan zijn er sprake van mensenrechten schendingen. Maar al deze initiatieven hebben heel veel tijd. Er wordt heel veel tijd gegeven om daadwerkelijk iets te gaan doen. Dus nu in 2021 gaan we kijken naar die bedrijven. Maar het systeem wat opgezet wordt heeft ook nog best wel veel flexibiliteit. Dus het is een inspanningsverplichting. Je moet je best doen om te gaan kijken in je keten wat er aan de hand is. Het woord conflictvrij wat jij eerder gebruikt, dat bestaat dus ook niet. Het is namelijk ook niet de verwachting dat bedrijven zorgen dat zij kunnen garanderen aan de consument dat het conflictvrij is. Het gaat erom dat zij
in hun keten gaan kijken, wat is er aan de hand? En op het moment dat zij zien dat daar een mensenrechten schending plaatsvindt, of dat er een hele grote milieuschade is, dat ze er dan iets aan gaan doen. Maar wat kun je daar dan aan doen? Misschien kunnen we die vraag beter bij het bedrijf richten. Ja. We hebben Fairphone hier. Jullie hebben een methode om als bedrijf... Om die productieketen schoon te houden, zeg maar. En hieraan gekoppeld ook de conflict-free. Wat het gedacht? De conflict-free discussie. Hoe kijkt u naar deze analyse die net is gemaakt? Ja, er gaan echt heel veel dingen al die er nu net al besproken zijn. Even helemaal een stapje terug. Wij zijn eigenlijk begonnen als een campagne op conflictmineralen. Omdat wij dachten van, ja, weet je, dit is een vreselijk probleem. Dat moet aan de man komen. We moeten snappen hoe dit werkt. Snapte ook dat het dus echt enorm complex is. Je kan niet de mijneigenaar de schuld geven of alleen het bedrijf. Net als we hier net analyseerden, er zijn een heleboel verschillende machtsverhoudingen die daarin spelen. Daarom zijn we eigenlijk een telefoon gaan maken. Om eigenlijk in dat systeem te gaan opereren en te snappen hoe het werkt, zodat je langzamerhand verbeteringen kan maken. Dus wij zijn geen 100% Fairphone. Toen wij ons zelf lanceerden, toen kregen we echt dingen van... Jullie zijn toch volledige biodegradable phone. Als we hem in de grond zetten, dan groeit er een boom uit. Wij dachten, oh, wacht, ho. Nee, wij zijn juist, we doen een campagne via een telefoon. En via die telefoon kunnen we kijken wat voor alternatieve oplossingen we kunnen bieden. Dat gezegd, over deze discussie bij de due diligence en de wetgeving en et cetera. Iedereen heeft hier een rol in. Wetgeving heeft een rol en dat kan een enorm sterke drijver zijn voor bedrijven om wat te gaan doen. Maar het is niet genoeg. Als bedrijven zeg maar, alleen maar op wetgeving gaan reageren, krijg je weer een soort van effect van... we gaan alleen maar kijken wat de risico's in mijn keten zijn. Laten we zoveel mogelijk proberen die te vermijden. Maar verder, dan zijn we eigenlijk wel oké. Want dan hebben we misschien geen conflicten en we hebben een mijn in Australië... en dat zit nog niet in de scope. Dus dat is fijn. Maar waar je echt naar moet kijken is van... wat zijn nou eigenlijk de verbeteringen die je wil zien? Beantwoord je eigen vraag. Wat zijn de verbeteringen die je zou willen zien? Uiteindelijk zie je een heel groot deel van de mensen... wat Filip al benadrukte... die enorm afhankelijk zijn van die mijnbouw. Die in vreselijke condities die mijnbouw doen. En dan ook nog bezetten worden door GRIA-groepen... die hun inkomsten daarvan delven bijvoorbeeld. Dat is wat de conflictmineralen zijn. Je wil dat... deze groepen versterkt kunnen worden, zodat die ontwikkeld kunnen worden en dat het inkomen daadwerkelijk bij die mensen terechtkomt en dat dat bij kan dragen aan een ontwikkeling. En ik denk dat zijn twee hele verschillende dingen. Due diligence, kijken waar de risico's zijn en proberen die te vermijden vaak. Wat eigenlijk niet de bedoeling is. Het is de bedoeling om ze op te lossen, maar bedrijven zijn ook eenmaal bedrijven vaak. Maar de bedoeling is, hoe kan je... En dat proberen te doen. Waar kunnen we initiatieven selecteren die het beter doen? En kunnen we die opschalen? Want uiteindelijk gaat het om de situatie daar te verbeteren. Niet om die te doen alsof die niet bestaat, eigenlijk. Ja, Aldit, jij weet wanneer ik naar de zaal moet om misschien de gelegenheid te geven voor een vraag. Ja, we kunnen het nu doen. Maar misschien wil Filip nog reageren op wat hier is gezegd. Ja. Omdat het ging over de goede bedoelingen. Die soms contraproductief uitwerken. En mijn vraag is dan, heeft het eigenlijk zin om vanuit hier iets te ondernemen? Of zit er iets mis aan de structuren wat we misschien over het hoofd zien? Ja, ik denk dat we nu... We zijn eigenlijk aan het experimenteren. Het is allemaal heel nieuw. We zijn dingen aan het proberen en aan het leren. Wat werkt er? En we zien de onbedoelde gevolgen. We proberen Dodd-Frank is geëvalueerd. De EU probeert het wat anders aan te pakken. Men gaat vooruit. Maar de grote uitdaging is de schaal. Hè? Dus nu heb je, laten we zeggen, pockets van militaire controle. Eigenlijk moeten we gaan naar pockets van zones waar het onder controle is en waar we dat van weten en die dan groeien en in verbinding komen. Dat zal wel toenemen, denk ik. Maar wat je ook moet doen is tegelijkertijd, het gaat niet gaan zonder de staat opnieuw. Je moet ook statebuilding eraan koppelen. Ik zeg niet dat wij dat er allemaal moeten gaan organiseren, maar wat je nu bijvoorbeeld ook ziet, dat je hebt de opbrengst uit de mijn is niet alleen voor de mijnwerker. In feite, dat moet ook getaxeerd worden. En die tax moet naar de gemeenschap gaan. Die moet niet verdwijnen bij corrupte Antwerpen of naar Kinshasa gaan. En dan zie je nu... Want dat gebeurt op grote schaal. Absoluut, die belastingen worden ontdaan. Natuurlijk. Ja. En wat je nu ziet, bijvoorbeeld, dat is een redelijk nieuw initiatief, dat er lokale comité's zijn waar een deel van de tax wordt transparant beheerd. Dat gaan ze noemen een basket fund.
dat hier en daar bestaat dat nu. En de gemeenschap beheert dat dan. En dat, ja, die moeten dan... Is dat onderdeel van een experiment waar je het over hebt? Dat we te maken hebben met nieuwe modellen van politieke gemeenschappen, ja, en economische organisaties? Men probeert die initiatieven ook te koppelen aan andere dingen die ook nodig zijn, die ook kunnen werken, hè, om ook naar die gemeenschap te kijken. Dat kan. Dus er ontstaan nieuwe dingen. En ik zie bijvoorbeeld daar veel potentieel in dat je... dat er op lokaal niveau een soort ownership komt van wat daar gebeurt. Die lokale mensen die weten ook welke mijnen er niet goed zijn. Die willen ook dat die duurzaam opgelost worden, die problemen. En daar zien we toch dingen gebeuren. En die dingen moeten groeien. Ik loop alvast de zaal in. Ja, Dirk Jan, je wou reageren. Ja, ja, kijk, Loesje zegt dat ook, hè. Dat... ook poffertjes beginnen als een druppel op een gloeiende plaat. Hè? En, dat is heel mooi. Ja, daar geloof ik ook in. Ja. Want je kan wel zeggen van... ja, god, we beginnen met 1 of 2 mijnen te certificeren... en die schoon te maken. Maar ja, dat is maar een druppel op de gloeiende plaat. Tegelijkertijd denk ik, zo is het wel begonnen. Hè? We zijn ooit begonnen met dat conflictvrije tin-initiatief... met 1 of 2 mijnen. Ik was er super kritisch over. Want ik vond het veel te kleinschalig. Wanneer was dit? Dat was 2011, 2012... En inmiddels zie je wel dat de overgrote meerderheid van de tin-mijnen inmiddels gecertificeerd zijn. Er zijn nog steeds problemen, maar jouw vraag was, moeten we dan maar niks doen? Ik zeg nee, we moeten juist dingen doen, we moeten juist dingen proberen en hopelijk opschalen. Wie moet wie monitoren? Want volgens mij ligt daar ook een groot kern van het probleem. Omdat het zo ingewikkeld is, je hebt zoveel partijen. Wie moet nou zorgen dat de ander zich... snap je wat ik bedoel? Ja, ik ga het heel eventjes op de zaal dan richten. Want we de hele tijd spreken de zaal op als consument. Hè? Maar ik heb het gevoel dat jullie zijn nog meer dan consumenten, hopelijk. Hè? En jullie hebben ook jullie stemmen ook. Wereldburgers. Je investeert ook. En hè, dus als je hebt van wat kan je doen? Ja, natuurlijk kan je ver van kopen, moet je ook doen. Maar je moet ook kijken van nou... wat doen die politieke partijen eigenlijk aan deze problemen in Afrika? Ja. Wat doet mijn bank eigenlijk daaraan? Daar gaan we een tweede panel over hebben. Precies, daar komen we straks uitgebreid op terug. Hoeveel vingers zie je? Achter je. Ja. Ik begin alvast hier. Oké. Ik ben Lisa Dupuis, ik ben journalist. Waar ben je, Lisa? Oké. Okay. Ik wil eigenlijk 2 punten wetgeving en beleid even ophelderen. Want ik ben benieuwd naar de status van de Dodd-Frank Act onder Trump. Ik geloof dat hij daar bij binnenkomst in ieder geval redelijk kritisch over was. En het mijnkadaster in Congo zelf, geloof ik, is ook bezig met herimplementatie. Ik was benieuwd of... Ik kon dat niet helemaal meer volgen op een gegeven moment. Dus ik was benieuwd of iemand binnen het panel, misschien Philippe, beter weet wat daar aan de hand is op het moment. Aan wie is de vraag? Beantwoorden. Ja. Philip? Over Trump, dat is waar. Hè. Trump is tegen alle mogelijke regulering en heeft gezegd dat die Dodd-Frank afgeschaft moet worden. Misschien gaat hij dat doen, misschien niet. Wat wel is... Soms komt je op een punt dat de wetgeving ook niet meer nodig is. Men acht het waarschijnlijk dat al die bedrijven, die hebben allemaal geïnvesteerd in due diligence. Als er over 3 jaar terug een democrat aan de macht komt, ze moeten opnieuw beginnen. Dus waarschijnlijk gaan bedrijven, die rapporteren ook, ze zijn ook gewend nu, de consument is een beetje wakker geworden. Waarschijnlijk gaan al die bedrijven nu niet opeens zeggen, oh, we gaan terug conflictminerals importeren. Dat is niet waarschijnlijk. Ook al zou Trump de Dodd-Frank intrekken. Het tweede... in Congo wordt de mijnsector ook hervormd. Je hebt de code minier. Daar gaat ook traag is ook kritiek op. Maar men begint wel dingen daar ook due diligence principes in de Congolese wetgeving te verankeren. Er is ook wel meer en meer transparantie, denk ik. De overheid wordt ook... Volgens mij wil Laura aanvullen. Ja, natuurlijk. Ik denk dat er best wel veel gebeurt op wetgevingsgebied. Je ziet ook in Katanga, daar zit ook allerlei wetgeving over kinderarbeid, die wordt doorgevoerd. Het jammere in Congo is vaak dat er een mooi kader staat, maar de implementatie die is gewoon heel moeilijk. Door de verschillende lagen van de overheden, door de verschillende verantwoordelijkheden. Door ook niet altijd goed functionerende rollen en functies. Dus dat is een beetje de vraag. Je kan een prachtig raamwerk hebben, maar de implementatie en de monitoring daarvan ook. Dat is degene, denk ik, waar het voornamelijk aan schort. Meneer, u hebt ook een vraag. Wat is uw vraag? Aan wie is het gericht? En te beginnen, wie bent u? Mijn naam is Richard Hoogland. Ik ben van D66, Internationale Samenwerking. Mijn vraag is het eigendom van de mijnen. Hoe ligt dat nu in Congo? En hoeveel mijnen zijn er inmiddels van de Chinezen? En hoe zit het met de arbeidsomstandigheden in die Chinese mijnen?
Ja, aan wie is de vraag gericht? Ja. Aan degene die zich geroepen voelt. Maria? Nou, de cijfers heb ik niet. Dus misschien dat iemand dat nog kan aanvullen. Maar ik kan wel iets zeggen over verschillende mijnen die ik heb bezocht. En dan gaat het niet alleen over Congo. Dat er wel vaak makkelijk wordt gewezen naar de rol van de rol van de Chinezen. En hoe zij hun bedrijfsvoering inrichten. Maar ik heb eigenlijk zelf helemaal niet zo heel veel verschil gezien als je het hebt over grootschalige mijnbouw. Hè. Ook de Canadezen, de Australiërs, de Zwitsers in hun mijnbouwbedrijven. Daar gebeuren net zulke nare dingen. En ook als je ziet hoe zij omgaan met gemeenschappen die naast de mijn wonen, hoe zij lucht, water en land vervuilen. Ik zie niet per definitie dat de Chinezen dat op een heel vervelender manier doen dan alle anderen. Dus dat vind ik wel een belangrijk punt om te maken. Er is gewoon in zijn algemeenheid in die sector toch weinig motivatie om echt te zorgen dat ze het goed doen. Binnen de mijnen wel. Er wordt iets beter gezorgd voor het personeel. Hè. Dus het is heel anders. Je hebt daar geen kinderarbeid meestal in grootschalige mijnen. Maar daar gebeuren wel heel veel andere dingen. Er zijn heel veel andere mensenrechten schendingen. En daar halen ze, Chinezen of niet, het worden toch heel veel de schouders bij opgehaald. Ja, Dirk-Jan, meneer wilde ook specifiek weten hoeveel procent van de mijnen nu de handen van de Chinezen zijn? Nou, weet je, wat ik eigenlijk interessanter vind is niet zozeer hoeveel in handen van de Chinezen zijn, maar hoeveel er via de Zuidas loopt eigenlijk. De financiering van die mijnen. Hè? Want ik denk dat we dat vaak over het hoofd zien. Hè? Je bent niet alleen consument, zoals ik ook zei, maar we zijn ook gewoon Nederlander. En ja, via Nederland onderzoek laat zien dat ongeveer 1/3 van de grote mijnbouwbedrijven laten al hun investeringen via Nederland lopen. En ja, er is maar zeer de vraag of ze genoeg bijdragen aan de belastingen in die ontwikkelingslanden. En wat is het antwoord daarop? Nou, ik denk dat er daar inderdaad nog behoorlijk wat werk aan de winkel is. Feit is natuurlijk wel dat China zich als een olievlek over de derde wereld aan het verspreiden is. En overal een dikke vinger in de pap heeft, zo langzamerhand. Ja, maar ze doen vrij weinig dingen, niet de vrij weinig dingen die wij ook niet gedaan hebben in het verleden. Nee, ik zeg ook niet dat wij de engeltjes zijn. Ik zeg alleen, er is een nieuwe golf bijgekomen. Ja. Nou, ik weet niet of dat de implicatie van uw vraag was. Maar iemand anders? Misschien een laatste vraag voordat wij... Er was een vraag over de eigendom ook, hè, had u gesteld. Ja, percentages. Dus de mijnen, de grond is van de staat en de mijnen zijn echt van de staat, maar die worden in concessie verkocht vanuit Kinshasa. Kinshasa verkoopt concessies aan bedrijven die dat al dan niet activeren. Je kunt die concessies ook doorverkopen, maar die grond wordt eigenlijk verkocht voor een termijn. Maar los daarvan heb je die artisanale mijnbouwers, die eigenlijk mogen die... Dat is eigenlijk illegaal, hè, om daar te graven, maar... De officiële wetgeving zegt nu, als ze zich verenigen in coöperatieven, volgens de Congolese wet, en ze betalen tax, dan mag het. Hè? Maar zit daar niet de kern van het probleem? Het feit dat een land stukken land verkoopt aan het buitenland om voor concessies, voor... We hebben het gezien in de houtkap, we zien het in de kledingindustrie. Sorry? Het zou misschien beter zijn als ze het wel verkopen, dan hebben de mensen... Nee, maar zie je ons in Nederland een stuk land verkopen omdat, weet ik veel... Nou, zeg nog een keer in de microfoon. Als het buitenland zou investeren in plaats van alleen de grond te gebruiken, dan zou dat misschien beter zijn. Dan het kopen bedoel je? Dan een stuk land kopen? Dan alleen de concessie gebruiken en daarna weer weggaan. Ja, ja, ja. We landen in een complexe discussie over economie en financiering. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Ik ga nog iemand de kans geven. Laura wilde nog even reageren. Ja. Want er is best wel ook een nuance aan te brengen in de verschillende soorten grootschalige mijnbouwbedrijven. Ik heb ook best wel mijnbouwbedrijven gezien die echt heel veel geld investeren in... de ontwikkeling daaromheen, in fondsen voor kleine bedrijfjes. Ziekenhuizen worden gebouwd, schooltjes worden neergezet. Ja, oké, okay, maar soms zijn het van die dingen waar je denkt... ja, oké, okay, dat zet niet heel erg veel zoden aan de dijk... want dan heb je een gebouw zonder leraren, top. Maar sommige dingen zijn ook wel echt hele goede initiatieven. En daar zie je ook een last in de machtsverhouding. Want zij betalen dan hun belasting, dat gaat direct naar Kinshasa... en dat komt niet meer terug naar de lokale omgeving. Dus uiteindelijk krijgen zij langzamerhand de verantwoording van de staat lokaal. Omdat zij de wegen bouwen en de scholen bouwen en de healthcare doen.
Dus daar zit ook een heel moeilijk scheidsvlak. Dat wil ik zeggen, omdat het... In de Congo Tribunal komt dat naar voren als niet de prosecutor, de advocaten van de grote... jongens, ik heb het in het Frans gezien. Ja. Van de mijnbouwers. Die voeren dat dus op. De bouw van wegen, scholen, ziekenhuizen. Als van kijk, we zijn hier om goed te doen. En toevallig halen we ook nog wat mineralen uit de grond. Ja, oké. Je moet er wel iets meer achter kijken dan van we hebben een school gebouwd of et cetera. Dus ja. Je moet echt kijken van oké, hoe zit ook je hiring structuur in elkaar? Neem je lokale mensen aan, et cetera. Maar ik wil het alleen maar opgooien omdat er een soort heel zwart-wit beeld is. En dat is niet altijd waar, dus dat wil ik wel. Maar Laura, geldt dit voor alle provincies? Want van wat ik weet is dit nationale wetgeving, maar met name Katanga en de Katumbi, dat dit soort praktijken enigszins werd. Kan je dit ook over Zuid- en Noord-Kivu zeggen? Bijvoorbeeld? Nee, Katanga is inderdaad wel dan heeft goede voorbeelden. Noord- en Zuid-Kivu, correct me if I'm wrong, Philip. Maar heeft heel weinig tot geen industriële mijnbouw. Wat dat is alleen maar kleinschalig. De enige voorbeeld van grootschalig dat je nu ziet komen is Bizië. Het voorbeeld in de Congo-film. Ja, goed. Zag iemand hier? Ik ben Menno. Vooral een betrokken burger. Ik weet weinig heel weinig van Congo of Afrika in het algemeen. Maar wat ik me afvroeg, wat ook niet aan de orde is gekomen... De mijnbouw is natuurlijk de eerste stap in het hele productieproces. Daarna, heb ik begrepen, gaat het vaak naar het buitenland, waar er vooral geld mee wordt verdiend, met de grondstoffen die in Congo worden opgehaald. Klopt dat probleem inderdaad voor Congo, dat ze daardoor ook heel veel geld mislopen? En weten jullie van initiatieven die zich daarop richten om het hele productieproces vooral in Congo te houden? Ja. En aan wie? Aan iedereen? Dat is een van de consequenties van die Doc Frank, hè? Klopt dat? Nee? Nou, wat jij volgens mij probeert te zeggen is heel logisch, inderdaad. Van nou, kan je meer waarde toevoegen in het land zelf? Hè? Dat nu gewoon die ruwe grondstoffen worden eruit gehaald, maar ergens anders worden er mobieltjes of batterijen of wat dan ook van gemaakt. Ja. Nee, dat gebeurt wel af en toe, dat er dan een gouverneur zegt... vanaf nu of aan mag er in mijn provincie... mag er niet meer ruwe grondstof worden geëxporteerd... alleen nog maar verwerkte materialen. Maar ja, dan moet je wel die fabrieken hebben om dat te doen. Hè? En daar zie je dat het vaak een beetje ontbreekt. Het is natuurlijk niet echt een hele serieuze overheid die zegt van... oké, we gaan nu eerst 5 jaar fabrieken bouwen... en dan na 5 jaar gaan we dat verplicht stellen. Dus het gaat allemaal redelijk hapsnap... waardoor vervolgens iedereen gaat smokkelen om toch dat spul uit het land te krijgen. Dus, maar dat is wel ideaal. Dat is het ideale scenario. Dat je dus steeds meer waarde lokaal probeert toe te voegen, inderdaad. Ja. Iemand anders over dat smokkelen. Volgens mij ging de vraag specifiek daarover. Over buurlanden. Die dan van de grond... Geen smokkel genoemd. Is dat aangesloten? Want misschien zijn vraag was over buurlanden die zelf rijker worden van de grondstof. Ik heb begrepen dat een deel daarvan te maken heeft inderdaad met het feit dat Amerika heeft gezegd... nou, wij kopen geen conflictmineralen weer. Dus de mineralen gaan naar de buurlanden en die verkopen ze door. In de tussentijd zijn ze gewassen. Maar dat heeft ook wel deels te maken met hoe die wet is ingericht... maar ook hoe die is begrepen. Want die conflictmineralenwet gaat niet alleen maar over Congo... maar die gaat over Congo en de omringende landen. De grote meren gebieden. Precies. Dus dat betekent dat het gaat over de hele regio. Dus dat je niet alleen maar beter in je keten moet kijken... als het gaat om grondstoffen die uit Congo komen... maar dat je de hele regio erbij moet betrekken. Dat is omdat eventueel grondstoffen natuurlijk via Congo... via de buurlanden alsnog daar terecht kunnen komen. Maar ook omdat er ook problemen zijn in de omringende landen. De Europese Unie heeft gezegd... wij willen niet dat Congo of deze regio... dat een soort van zwarte lijst wordt en dat daar... dat wij nu heel negatief gaan kijken naar die regio... omdat daar van alles gebeurt in die ketens. Maar wij stellen in dat het wereldwijd is. Dus alle bedrijven die grondstoffen gebruiken... die moeten overal waar ze grondstoffen vandaan halen... moeten ze gaan kijken wat is er precies aan de hand. Op het moment dat je grondstoffen uit Australië haalt... dan heb je misschien minder dat je echt verder gaat onderzoeken... wat gaat hier mis...
Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere landen, Colombia, Afghanistan, Myanmar, waar ook allemaal misstanden zijn in die ketens. En dus het is wel geprobeerd om dat breder te trekken en die krappe implementatie in eerste instantie van dat het conflict-free moest zijn of dat het zelfs Congo-free moest zijn, dat is ook deels hoe het begrepen is. Ja. Wat kunnen die landen doen, dus de landen die, waar die grondstoffen vandaan komen, wat kunnen ze nou doen om inderdaad dat productieproces een beetje meer in eigen hand te gaan krijgen? Waarom lukt het ze niet? Ik wil niet horen dat Afrikanen geen bedrijven kunnen opzetten, want dat is natuurlijk onzin. Het heeft investering nodig, maar ik kan niet zeggen waarom het per se niet lukt, maar ik kan wel één voorbeeld geven. Er was bijvoorbeeld een initiatief om een tin refiner te openen, ook in Congo. En die is gebouwd, alleen draaide die nooit omdat er geen stroom was. Dus er zijn heel veel dingen die gerelateerd zijn aan de infrastructuur bij elkaar, die dan zo'n project uiteindelijk weer tot falen brengen. Het gaat niet alleen over mineralen. Eigenlijk vraag je waarom industrialiseert Congo niet? En dat is omdat er een aantal noodzakelijke voorwaarden ontbreken. Hè. Dat is de stabiliteit, ook politieke stabiliteit. Bedrijven doen niet zo graag. Dat is een enorme investering, een fabriek opstellen daar. Je hebt zoiets als de stroom al. Hè. Dus, Want dat haal ik eigenlijk zo'n beetje uit jullie allemaal. Hè. Dat het zijn de basisrandvoorwaarden. Ik vraag mij dan af, wij proberen... Je hebt de tijd in de gaten. Hè? Ja, we gaan bijna afronden, dit deel. Ja. Wij hebben allerlei initiatieven, onder andere Monusco. En toch lukt het niet om stabiliteit te realiseren of de basisinfrastructuur van de bedrijven. Dus zo langzamerhand kunnen we toch een hele cynische beeld van Congo hebben. Op basis van deze analyse. Dat is een vraag aan mij. Ja, of is er iets optimistisch? Dat vraag ik mij af. Ja, dat vind ik van wel. Ja, ik word altijd enorm optimistisch gestemd door de gesprekken met de Congolezen zelf. Zij gooien echt niet het bijltje erbij neer. En zij zitten in veel zwaardere omstandigheden dan wij lekker hier in de balie lekker debatje te voeren. Dus zolang veel Congolezen nog de straat op gaan, nou, jullie zagen de beelden net van hoe ze zich met de politiek bezighouden. Ja, er zijn echt heel veel mensen die proberen daar een betere situatie van te maken. En wat wij als internationale actoren dan kunnen doen, volgens mij, is om die positieve krachten, om die te blijven ondersteunen. Dus ik zie wel positieve krachten van verandering. En waarom zouden wij dat doen? Want we doen het niet. Althans, niet voldoende. Dus wat zou een stimulans kunnen zijn voor ons om het te doen? Ja, ik heb twee redenen. Ten eerste gewoon omdat we allemaal mensen zijn en we willen dat iedereen dezelfde kansen krijgt op de hele wereld. Ja, maar dat is wel heel erg optimistisch. Ja, de tweede is, als je het niet wil doen voor de medemens, kan je het ook gewoon doen voor je eigen belang. Want bijvoorbeeld, in Congo is 30 jaar geleden is een van de brandhaarden geweest waar de AIDS is opgekomen, omdat het hele gezondheidssysteem niet werkte. En inmiddels zijn er 300.000 doden in Europa aan AIDS gevallen. Dus omdat het daar een rotzooitje is geweest, komen er ook vervelende ziektes en soortgelijke dingen onze kant op. Dus ook voor je eigen belang heb je er wat aan om die positieve krachten daar te ondersteunen. Nou, hopen dat dat aan de zaal overkomt. Het is natuurlijk zo. Uiteindelijk gaat het volgens mij altijd over geld. En laten we niet vergeten, landen in ontwikkelingslanden die zitten tot hier in de schulden bij de Wereldbank. Die is van ons, mag ik toch zo zeggen? Ja, maar Congo gaat niet kapot aan haar staat, aan de schuld aan de Wereldbank. Er gaat geen oplossing komen zolang Kabila daar zit. Dat gaat niet gebeuren. Dus het gaat uiteindelijk over politiek, dat signaleer je. Maar een ander beleid kan met die randvoorwaarden aan de slag gaan en iets meer bereiken. Dus echt elke Congolees gaat dat zeggen. Als je Congo de taxi neemt, beginnen ze te zeuren over Kabila. Ze zijn daar niet meer bang voor of verlegen. Hè. Dat zit daar zo diep nu. Dat is zo moe. Dat doen wij ook over Rutte, maar het helpt nooit. Als moderator probeer ik enorm mijn meningen voor mezelf te houden. Ja. Want uiteindelijk zie je dat het om de poppetjes gaat. Maar we praten hier over een structuur die op een of andere manier mislukt. En we zagen hier een rechtszaak. Dit is een fictieve... dit is een kunstproject. Als we terug naar de realiteit gaan, zou dit realistisch kunnen zijn? Is er behoefte om wie dan ook verantwoordelijk te houden voor wat er gaande is in Congo? En wie zou dat moeten doen? Aansluitend. Wie zou hierop kunnen antwoorden?
Laten we het rijtje afgaan en dan sluiten we panel 1 af. We beginnen met jou, Laura. Ja, het is wel een misschien niet. Ik vond het echt een prachtige documentaire. Ik vond het ook echt ontzettend knap wat hij voor elkaar heeft gekregen, wie die daar bij elkaar heeft gekregen. En ook hoe men erop reageerde. Als van, hé, we hebben echt een beetje een platform kunnen krijgen om een stem te geven. En vanuit een hele andere hoek heb ik vroeger... mijn achtergrond is in conflictstudies. Dat was een andere toevoeging. En als je kijkt naar verschillende tribunalen, inderdaad, die daar... daar heb ik ook onderzoek naar gedaan in Burundi en in landen daaromheen. En ik zou het geen gek idee vinden, inderdaad, om zoiets op te zetten wat inderdaad mensen een plek kan geven en een stem kan geven en meer openheid kan geven over wat daar allemaal gebeurd is in de laatste, weet ik veel, hoeveel jaar. Maar dat is misschien 20, mijn persoonlijke 25, mening. Ja. Dirk-Jan? Ik heb pas eventjes. Je past even? Ja, ik begreep de vraag namelijk niet zo heel erg goed. Oh, dan stel hem over nog een keer. Van de kunst naar de realiteit. Want die Congolese studenten zeggen, ja, het is de internationale tegenwerking. En hoe kunnen wij de kunst, het mooie project, naar de realiteit? De ellende die we net bespraken. Zie je dat voor je? Dat zo'n rechtszaak... Nou, we hebben natuurlijk de International Criminal Court, hè, internationaal strafhof, die heel veel met Congo bezig is geweest, maar ja, toch ook behoorlijk wat steek heeft laten vallen. Hè, want we zien nu dat Bemba, die in het gevangen zat voor misdaden die hij in de regio begaan heeft, hè, dat hij nu weer vrij moet worden gelaten, omdat er toch problemen waren met de bewijsvoering. Dus ik denk dat we als internationale gemeenschap wel het een en ander hebben geprobeerd, maar dat we daar weinig succesvol in zijn. Waar het nu op aankomt is inderdaad die transitie proberen te regelen. Wat? De transitie van Kabila. Dus het gaat dan weer om de poppetjes en niet om de structuur. Nee, maar het poppetje is een structuur geworden natuurlijk. Hè? Dat, dat snap ik niet. Je kan over iemand die daar meer dan 10 aan de macht is. En, je kan, sinds 2001. Dat is een actor, hè? Dat is geen poppetje. Hij is een instituut. Hij is een actor. Hij is niet gewoon iemand die onderworpen is aan buitenlandse krachten. Dat is een machtsfactor zelf, hè, met de mensen rond zich. Oké. Okay. Ja, misschien nog één kleine aanvulling. En dat is natuurlijk dat in principe staten verantwoordelijk zijn om hun burgers te verdedigen en tegen mensenrechten schendingen. Van zichzelf of van rebellengroepen of van het eigen leger of van bedrijven. En op het moment dat die stap mist, wordt het natuurlijk wel heel ingewikkeld om dan ergens toch die rechtvaardigheid wel te bewerkstelligen. Dus het proces is in de documentaire is heel interessant, omdat je wel ziet wat de verschillende invalshoeken zijn, de verschillende actoren die erbij betrokken zijn en die een rol te spelen hebben. Maar goed, voordat. En daarin denk ik ook dat het heel belangrijk is dat mensen wel gehoord werden. En ik denk dat dat goed uit de film komt. Dat je ziet dat mensen hun verhaal kunnen delen en dat ze kunnen laten zien wat er allemaal gebeurt in hun levens. Voordat zoiets dan juridisch internationaal opgelost wordt. Daar hebben zij de tijd niet voor, want die mensenrechtsschendingen gebeuren nu. Dus het blijft bij een mooi kunstproject. Nou ja, ik hoop het niet. Okay. Goed, er is wel heel veel meer voor nodig om dit kunstproject realiteit te laten worden. En dat wordt ook niet in Den Haag zomaar opgelost. Nee, ja. Maar er zijn wel mogelijkheden. Hè? Want het is goed dat ICC het strafhof is genoemd, maar de ene na de andere Afrikaanse staat trekt zich terug uit het strafhof, omdat dat gezien wordt als een rechtbank om Afrikanen te vervolgen. Dat is echt een probleem. Het is wel een neocoloniale instituut, ja, even mijn mening. Die kritiek is er. Maar wat je hier ziet, is dat bedrijven worden... Er wordt gesproken de rol van bedrijven. En ja, in het filmpje. Ja, en daar moeten we... Die dingen moeten gebeuren, maar er wordt wel lokaal, ook in Afrika, wordt geëxperimenteerd met waarheidscommissies. Ja. Dat is niet in Zuid-Afrika, local traditional justice. En daar kunnen wel dingen ontstaan die meer juridische draagwijdte kunnen krijgen. Ik denk dat wel kan. Dit is ver van realiteit. Eigenlijk zeg je, de bevragen van ICC kan juist aanleiding zijn om nieuwe vormen van rechtvinding te ontwikkelen in de praktijk. Ja, ik denk niet dat ICC zoiets gaat doen. Ik denk dat we daar ook niet naar moeten kijken. Maar ik denk dat er lokale alternatieven... Jij zal dat goed kennen, denk ik, hè, Laura. Lokale alternatieven voor een soort waarheidsvinding en ver, ja.
goed. Ja. We ronden dit blok over de machtsstructuren af. En we gaan nu naar fragment 4 kijken van Milo Rauhs film The Congo Tribunal. En hierin zien we waarom het een Europees conflict is. Dus helemaal niet eens zo ver van ons bed. Roll tape. Also diese Karte ist hochinteressant. Aber auch ziemlich beunruhigend. Weil da die Extraktionszentren, zum Beispiel die Minenextraktionszentren oder die riesigen Monokulturen, die Ackerflächen, die von ausländischen Konzernen enteignet und bearbeitet werden, die fallen zusammen mit den Konfliktgebieten. Dort, wo die Menschen zu Tausenden jedes Jahr sterben, in sogenannten Stammeskriegen. Und der Schluss liegt nahe, dass zwischen den beiden Tatsachen ein Kausalzusammenhang besteht, dass nämlich die Großkonzerne Mineralrohstoffe ausbeuten, plündern, dass die diese ethnischen Konflikte schüren, damit jede Art der Staatsgewalt, der Kontrollgewalt, der öffentlichen Gewalt aus diesen Gebieten verschwindet. Ich glaube, wenn irgendwo ein großes Projekt in Planung ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dort interethnische Konflikte ausbrechen werden. Je ne suis pas d'avis de ceux-là qui pensent que non, la ère des Congo est une fatalité. Nous avons appelé à des compagnies électroniques américaines et au gouvernement américain à se sentir quand même responsable, étant donné qu'ils sont à la fin de la chaîne d'approvisionnement de nos minéraux. Et c'est comme ça qu'on a introduit dans la loi d'Audofranc ce qu'on a appelé la section 1502. Qu'à cause de cette loi d'Audofranc, on a 67% des mines de coltan, de cassitérite et de wolframite libres de conflits. Cette loi dit plus question d'acheter les minéraux qui proviennent de l'Est du pays parce que ce sont des minéraux qui alimentent les conflits, ce sont des minéraux qui provoquent des mouvements, des rebelles et tout ça. Tous les utilisateurs finaux européens n'achetaient plus les minéraux qui proviennent de là. Voilà qu'on a levé la mesure, mais en même temps, les gens qui exploitent n'ont pas de marché. La fraude continue. Donc, au lieu que ça nous amène à améliorer l'activité, ça nous a conduit maintenant à la fraude. Et tous les minéraux allaient chez les pays voisins. La loi qui nous a mis en difficulté, c'est la loi d'Audofranc, qui est une loi américaine. Le minerai dans les Grands Lacs sont conflictuels quand ça se trouve au Congo. C'est vrai que les minerais vont de l'autre côté, et à partir du moment où ils sont lavés, ils ne sont plus de minerais de conflit, et ça profite aux pays limitrophes et étrangers. Au niveau international, il y a ces conflits-là, il y a ces tiraillements, ces conflits d'intérêts. Qui va exploiter dans la région des Grands Lacs? Qui va exploiter au Congo? Les grandes multinationales, je sais que c'est un sérieux problème. On s'est dit, mais quelle stratégie mettre en place pour avoir accès et empêcher aux autres d'avoir accès? Je sais que ça, c'est une lutte au niveau international. Les grandes firmes internationales américaines contre asiatiques, contre européennes, on s'est dit, mais qui aura accès à ces minéraux-là? Qui aura accès à cet or qui vient de l'Est de la RDC, à ce coltan qui vient de Massissi, à cette cassitérite qui vient du territoire de Walikale? Parce que d'après les experts, on imagine, on se dit que même la quantité, la valeur ou la qualité des richesses qui proviennent de l'Est de la RDC est au-delà de ce qui vient des autres pays de la région. Et c'est un combat. C'est un combat. Et les pays ou les entreprises qui ont plus d'influence jouent soit sur le Parlement européen, sur le Congrès américain, et pour créer des lois qui puissent empêcher d'autres d'aller dans la région. I have an informational question first. And this concerns the European strategy for secure raw materials. Could you simply explain the basic lines of this strategy?
Très rapidement, qu'est-ce qu'un minerai critique? D'une part, c'est un minerai qui est crucial pour l'industrie européenne. Brièvement, en quoi consiste cette politique? En gros, s'assurer un approvisionnement au moindre prix dans ces minerais stratégiques. Parce que ce sont des minerais qui, comme il y a une forte dépendance et l'Union européenne est confrontée à la concurrence de la Russie, de la Chine, etc., il y a une vraie préoccupation d'une instabilité des prix qui met en danger les intérêts de l'industrie européenne. And this sounds a bit like the classical problem that our material is somewhere else and we don't understand why, and then we have to figure out ways to get them, right? Oui, c'est un vieux problème, c'est un problème ancien pour l'Union européenne. D'ailleurs, dans un sens, on peut expliquer la colonisation du monde par l'Occident, notamment dans cette quête de ressources, donc en soi, rien de neuf sous le soleil, comme on dit. Des pays producteurs, comme par exemple la RDC, si elle veut protéger ses ressources pour s'industrialiser elle-même, pour son propre développement, l'Union européenne nous dit qu'elle utilisera tous les moyens légaux à sa disposition pour l'en dissuader, pour permettre à ces minerais de passer directement sur le marché international au meilleur prix. Ja, we zitten dus tot onze heupen in deze derry en we kunnen moeilijk wegkijken. Dit is een beetje wat ik eerder bedoelde. Dat die wetgevingen vanuit het Westen dusdanig zijn dat je of het nou Congo is of een ander ontwikkelingsland, eigenlijk maar moeilijk zelf op gang kunt komen. En daar zit ik een beetje mee. Laat ik het aan jou geven. Ja, nee, dat begrijp ik wel. Want vaak heb je dus ongeplande effecten van de dingen die je wilt. Hè. Je wil iets bereiken, maar... Ja, ongepland. Dan komt er een boycott wat je niet had voorzien. Hè. Je wou de legale mijnwerkers helpen. En de foute miners wou je zorgen dat die geen business meer hadden. Maar nu zie je dat iedereen op een gegeven moment geen business meer had in Congo. En wat je dus ziet is dat er dus bijwerkingen zijn. Maar het gevolg, wat nu dus Trump zegt. Die zegt van ja, god, er zijn zoveel bijwerkingen. We moeten maar stoppen met die wet. Maar ja, dan gooi je het kind ook weer met het badwater weg. Want dan kan iedereen gewoon weer handel drijven zonder maar te checken. Van ja, is er een probleem? Dus ik vind wel dat je open moet zijn voor de negatieve bijwerkingen. En daarvan moet leren. Maar ja, daardoor dan maar te zeggen van ja... We stoppen ermee. Ik ga even een voorbeeldje geven. Kijk, net zoals met een kankerpatiënt. Ja, als je dat gaat behandelen met chemotherapie, ja, dan weet je, dan gaat hij haaruitval krijgen. Dan ga je niet zeggen, ja, doe maar geen chemotherapie meer, want dan, anders word je kaal. Nee, je gaat bedenken van, nou, hoe kan ik het beter ontwikkelen, beter bedenken, hè, dat je geen last meer hebt van kaalheid, maar dat wel de kankercellen worden weggebrand. Nou geeft Nederland financiële ontwikkelingshulp aan Congo, maar is dat niet toch een beetje links halen en rechts een beetje teruggeven? Kijk, ik denk dat we ontwikkelingssamenwerking in Congo en in veel landen... dat er veel winstverstanden over bestaan. Wij geven echt geen cent hulp aan Kabila en aan zijn kliek. Het enige wat ze daar doen is proberen organisaties die positief bezig te zijn... of het nou een IPIS is of VN, UNHCR, de Vluchtelingenclub... om die in staat te stellen om te helpen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om iets terug te geven. En daar zal ik altijd voor blijven pleiten. Ja, Maria. Ik denk dat met de ene hand geven, met de andere hand wegnemen... zie je bijvoorbeeld wel op het vlak van belasting. Dirk-Jan heeft het al eerder aangestipt... dat er veel mijnbouwbedrijven zijn die toch op een of andere manier een constructie hebben in Nederland, terwijl die hier niks te zoeken hebben. En dat heeft toch wel iets te maken met ons fiscale systeem. En dat zijn natuurlijk wel allemaal centjes die de Congolezen mislopen. Dus daar zou je wel kunnen zeggen dat Nederland daar op zijn minst een verantwoordelijkheid heeft om dat verder aan te scherpen en te stoppen, om deze praktijk te laten stoppen, om te zorgen dat belasting betaald wordt waar belasting betaald moet worden. Dan is er nog wel een tweede probleem en dat is ook dat het daadwerkelijk vanuit de staatskas eerlijk geïnvesteerd moet worden in een land. Dat is een ander probleem, maar goed, Nederland... Welke staatskas in dit geval? Nou ja, de Congolese staatskas, we hebben het over Congo, dus bijvoorbeeld de Congolese staatskas, zouden deze belastingen wel in Congo betaald worden, dan is het natuurlijk nog niet... een gegeven dat die dan ook uiteindelijk bij gemeenschappen terecht worden... of dat die geïnvesteerd worden in onderwijs, in infrastructuur, et cetera. Maar dat, als je kijkt naar de Nederlandse verantwoordelijkheid... of naar de Europese verantwoordelijkheid, dat is wel iets waar je wat aan kan doen.
Wat dan? Hoe? Voordat we naar de Europese verantwoordelijkheid en consument, wil ik toch, als het mag, stilstaan bij het probleem. Want ik las een artikel van jou en Judith Sagratini over conflict mineralen. En een van de dingen die jullie daarin zeiden is dat een land zonder goed bestuur levert geen welvaart en vrede, maar iedere ongelijkheid en conflict op. Dat was zo'n beetje de analyse. Ik zie u knikken. En we zien hier een vingertje naar het westen, hè? Ook in deze tribunaal. Hoe kunt u het gebrek aan een goed bestuur, of de zogenaamde veldstaat wat Congo is, koppelen aan dit vraagstuk dat wij bespreken? Ja, maar je hebt de beide. Je hebt het probleem dat westerse bedrijven, en Chinese enzovoort, en het zijn niet alleen westerse, mee profiteren, is een ander probleem dan de instellingen die nodig zijn voor goed bestuur. De interne verantwoordelijkheid in Congo en dan weer de verantwoordelijkheid van de bedrijven die Congo plunderen, zijn twee verschillende dingen. Maar één ding moeten we echt zeggen, dat is al die initiatieven, die zijn vaak genomen over de hoofden van de Congolezen heen. En dat heeft heel veel kwaad bloed gezet. Dat Congolese NGO's ook zeggen, ja, er is ons niks gevraagd voor die Dodd-Frank Act en nu is het daar. Jullie blijven maar nieuwe regels maken. Dus dat perspectief moet echt meegenomen worden. Een machtselement in dit geval. Ja. Wat zeg je, Kiza? Het is een machtselement. Ja. Dat Congolezen zelf niet betrokken worden bij de besluitvormingen. Natuurlijk, zij kennen hun land het best. Zij weten ook best dat je dat vaak... Er zijn daar mensen met heel veel kennis en lokale NGO's die we absoluut ook wel steunen. Dus onze overheden steunen ook lokale NGO's daarom dingen goed te doen. Maar we moeten hen ook betrekken bij besluitvorming als wij zo initiatieven nemen die zoveel impact hebben in zo'n land. Niet praten over ze, maar praten met ze. Zij zijn een maatschappelijke middenveld. Ja. Maria, kunt u dat toelichten, de stelling over goed bestuur en wat dat betekent als een land als Congo zelf niet kan beheren hoe het geld stroomt, hoe wetgeving werkt? Nou, dat het niet kan of het niet wil. Welke van beide? Maar in ieder geval is het wel duidelijk wie daarvan dupe zijn. Nog even aanvullend op wat jij net zei. Ik was net na de implementatie van de Dodd-Frank Act was ik ook in Congo. En je zag wel dat beide gemeenschappen en beide artisanale mijners, die hadden dan allemaal inderdaad wel gehoord over Dodd-Frank of over de Obama-law. En dat stond eigenlijk op dat moment een soort symbool van al het negatieve wat er zich afspeelde in hun levens. En dat begrijp je ook wel, want natuurlijk is er niemand naar die gemeenschap, of natuurlijk had wel gemoeten, maar het is niet gebeurd, dat er mensen naar die gemeenschappen zijn gegaan, 2 dagen wandelen. En eens eventjes die wettekst van de Dodd-Frank erbij hebben gehaald, die hebben vertaald in hun taal en vervolgens daar doorheen gelopen zijn en gezegd hebben, wat is de implicatie voor jullie? En dat zie je gewoon dat heel veel kwaad bloed heeft gezet. Dat dus niet een initiatief is samen, maar dat het eigenlijk vanuit een goede bedoeling in Europa en in de Verenigde Staten, men heeft gekeken, wat kunnen wij vanuit ons perspectief doen aan dit probleem? Maar op het moment dat toch te weinig parallel loopt met lokale initiatieven en met de mensen om wie het gaat, heb je dus deze negatieve impact. En ook dat er dus daardoor te weinig draagvlak is. Misschien naar Laura, want dit sluit heel mooi aan bij wat Filip in de introductie zei over de bedoelingen vanuit hier voor de westerse consument die met een schone geweten wil weten dat hij een telefoon koopt die conflict-free is. En tegelijkertijd zie je weerstand. Hè? Wat jullie schetsen, onder andere Kofi Annan en Dennis Mukwege hebben ook in Le Monde dit bekend. Als Fairphone, hè, als u hier naar luistert, als producent en de goede bedoelingen. Ja. Als je dat. Wat zegt u dan? Het debat ziet en hoe dat geïmplementeerd is. Er was eerst een veel groter stuk over Dodd-Frank, wat veel gedetailleerder werd. En uiteindelijk is het in een latere wetgeving even doorheen gejast. En het was vrij hard, zeg maar. Het ging erover van: oké, kan je als bedrijf zeggen of je conflict financiert, ja of nee? Simpel als dat. Uiteindelijk zijn die ketens super complex. Je hebt duizenden componenten in elektronica met allemaal hun eigen aanvoerlijnen. Dus daar, aan de ene kant is er een soort van we willen daar niet mee geassureerd worden. Dus we gaan gewoon iedereen in onze keten opdragen om te zeggen van we willen niks meer uit Afrika zien. Want dat is het meest simpel, weet je wel, uit de hele regio. En aan de andere kant kost het ook tijd om inderdaad initiatieven op te bouwen die langzamerhand daar zijn gekomen om het wel te kunnen doen.
dat zijn een van de dingen waar we inderdaad met de Nederlandse overheid en andere bedrijven mee begonnen zijn. Om te kijken van hoe kunnen wij, weet je, dat menselijke aspect er weer in terugbrengen. Want je hebt aan de ene kant heb je een PlayStation of een telefoon of whatever. En aan de andere kant heb je die problematiek die daar speelt. En die connectie is weg. Dus hoe kunnen we kijken dat wij van bepaalde materialen mijnen in Congo, waar het de lokale omgeving en mensen steunt, om die specifiek in zo'n keten te trekken, om daarmee te zeggen van hey, het kan wel. Dus bedrijven, kom weer terug, want er is een manier om hier vandaan te sourcen. En wat er nu gebeurt, is het omgekeerde van wat je eigenlijk wilde bereiken. Namelijk, je dupeert miljoenen mensen die daar afhankelijk van zijn. En dat is een lastig speelveld, waar je denkt van alles wat wij hier doen en beslissen en bedenken dat werkt, heeft uiteindelijk een invloed aan de totaal andere uiteinden. En dat is al eeuwen zo. Ik bedoel, ja. Laten we inderdaad maar teruggaan naar de kolonialiteit. Daar ging het ook. Het ging ook over suiker en koffie en cacao. En het is alsof we onszelf blijven herhalen. Ja. En alleen we verpakken het zo leuk nu. Want we zeggen dat we het anders willen, maar we doen het niet. Waarom? Waarom kan er niet toch op de een of andere manier een soort beweging ontstaan waardoor we zeggen van ja, laten we wel wezen, het is niet onze coltan, het is coltan van Congo. En wij hebben het nodig, maar we moeten misschien een stapje terug doen of misschien een beetje in... Ja, je moet eerlijke handelsketens creëren, waarbij inderdaad de waarde die toekomt aan de mensen die het uiteindelijk produceren daar ook blijft. En daar, misschien begon ik mijn verhaal mee met die economie. Ja, die relaties zijn kwijt. Dus we hebben uiteindelijk een product. Die relaties zijn er nooit geweest, Laura. Nee, maar we hebben geen. Je hebt geen idee meer als je inderdaad je microfoon vast hebt of et cetera. Je koopt elke keer een product. Na een jaar gooi je hem weer weg. Ja. De waarde van zo'n product en de mensen erachter, ja, die zijn verdwenen. Ik snap wat en Laura zegt. Die connectie, als je die weer terug kan krijgen. En hoe kunnen we dat doen? Want ik denk dat het daar toch om gaat. Zeker voor mensen hier. Hoe kun je die connectie terugbrengen? Hoe kun je weten dat al heb je een zo'n iets in je hand en je weet, ja, dat het niet had gemoeten enzovoort, maar je hebt het toch. Sorry, ik ga dan toch even, show us. Even iets uit elkaar halen. Ja. De Fairphone mensen. Ja, ja. Niet van hey Fairphone, maar gewoon van kan je producten nog uit elkaar halen? Snap je nog wat erachter zit? In een potlood, er zit grafiet in, er zit hout in, er zit van alles in zoiets simpels. En hier zitten gewoon meer dan 40 materialen in. Er zitten 1000 componenten in. Goud, platinum, koper, zilver, alles. Allemaal niet van ons hier in het Westen. Nou, sommige komen ook wel. Er komen 2 onderdelen uit het Westen. Een heel klein onderdeel komt maar. Een heel groot deel van de mijnbouw vindt plaats in ontwikkelingslanden inderdaad. Waarbij als je die ketens eerlijker zou maken, en daar ook de waarde beter zou verdelen, dan kan je een impact maken ook in dat soort landen. Wat ik ook vaak hoor is van, oké, maar waarom werken jullie überhaupt aan mijnbouw? Want dat is toch gewoon kut? Ja, waarom doe je niet gewoon, waarom doe je niet gewoon meer recycling, de urban mining? Ja, precies. Pardon my French. Dan zeggen we, ja, dat is inderdaad. Nou ja, maar kunnen we niet telefoontjes maken met bieten? De spullen die we hier hebben. Gewoon. Ja, tot op het moment dat we het volledig van inderdaad zeewier kunnen maken. Nou, er zitten ook vast weer negatieve effecten aan als je dat massaal gaat. Ja, maar dan gebruiken. Zijn het tenminste onze eigen negatieve effecten. Ja. Nou, wat je wel ziet, dat er echt een beweging is om juist ook steeds meer producten uit wat we dan de urban mine noemen te halen. Want iedereen. Wat? De urban mine, hè? Dus de uit het afval. Stadsmijnerij. Ja, uit het afval van je elektronische producten. Ja. Hè, dus wat je nu ziet, we hebben dus bijvoorbeeld in Eindhoven staat nu ook een goudmijn, waar je meer dan 500 kilo goud per jaar wordt in Eindhoven gemijnd. Waar? Vandaan? Van de oude tabletjes, van je andere elektronica producten. Jullie ook, maar niet iedereen. Hè? Maar als je een brave burger bent, dan geef je je elektronica producten af bij het elektronica inzamelpunt. Ja, waar moet je dat nou eigenlijk doen? Dat je zeker weet dat het gerecycled wordt. Dat weet ik niet. Bijna overal heb je op heel veel plekken heb je die bakken staan. Zelfs bij de supermarkt in de buurt en bij de mediamarkt. En weet je zeker dat het daar goed terecht komt? Ja, want dan gaat er naar 4 of 5 grote recyclepunten in Nederland. En daar wordt dus inderdaad nu al, dus in Eindhoven bijvoorbeeld, 500 kilo goud per jaar eruit gehaald. En
bedoel daarmee lossen we niet de problemen in Congo op. Maar in ieder geval denk ik wel dat we in ieder geval niet heel veel spullen verloren laten gaan. Je vertraagt in ieder geval de problemen. Want nu worden we natuurlijk, sorry Kisa, we worden nu natuurlijk wel helemaal geconditioneerd dat we eens in de twee jaar recht hebben op een nieuwe telefoon, omdat T-Mobile dat zegt. Mm-hmm. En dan gaan we in mee. Mijn telefoon die gaat nog wel even mee. Ik hoef toch niet de nieuwste. Help dat. En dat heeft Fairphone als het goed is, hè? Zo'n duurzame telefoon. Dat is het hele idee achter Fairphone. Dat je niet snapt van waarom gooien we inderdaad zoiets waardevols. Waar als je snapt dat al die materialen erin zitten, die hele keten, al dat werk via China, duizenden suppliers. Dan besef je veel meer van, oh wacht even, dit is waardevol. Waarom gooi je dit eigenlijk elk jaar weg? Kunnen we dat niet hergebruiken? Precies. Ik wil nog iets zeggen over de internationale handel wel, want u stelt heel erg voor dat wij die mineralen daar halen. En waarom doen we dat? Dat zouden we niet moeten doen. Die Congolezen die willen hun rijkdommen verkopen. Natuurlijk. Die willen dat is hun rijkdom. Prima als we ze kopen daar, ja, maar dan wel. Onder andere omstandigheden. Natuurlijk, maar dat is het. Het basisprincipe is, zij willen dat verkopen, wij kopen dat, dat is handel. En natuurlijk, er zit een machtsonevenwicht, dat is het probleem. Ja, want we zorgen maar wel het is ook dat niet ze er zelf dat niks zij mee kunnen. Dat zij de kolten hebben, wij de gsm, zij hebben ook gsm's. Er zijn meer gsm's in Congo dan in Nederland, neem ik aan. Er woont daar tussen 60 miljoen mannen. Maar we zorgen wel, impliciet, dat zij daar zelf niks mee kunnen. Ja, maar mijn punt is dat het toch een verkeerde voorstelling is. Er is een win-win mogelijk, bedoel ik. Het is niet van, wij moeten stoppen met daar te halen. Doe je dat er nu een win-win is of dat er een win-win mogelijk is? Wel, als Congolezen daar een gsm kunnen kopen en ze hebben die nodig en die wordt daar geassembleerd... Ik wil dat Congolezen hun eigen gsm kunnen bouwen. Maar wacht, dat is niet per se beter, want zo werkt de handel ook niet. Landen kunnen zich specialiseren. Natuurlijk moeten alle landen een beetje diversificatie hebben. Hè? Maar die natuurlijk... is er toch niet, Philip? Nee, die is er wij niet. Hebben wij toch in de hand in het Westen? Maar... Wij bepalen toch wie er wat maakt in de wereld. Maar wist je ook dat in heel Europa kan je geen telefoon meer maken? Ja, komt er goed. Nou, dan moeten we dat, wat ik zeg, met die bieten gaan moeten doen. Moeten we dat ook weer gaan doen, ja. Bieten, ja. Nee, maar je mag niet de valkuil maken om even voor de duidelijkheid. Wat bedoel je daarmee dat we daarmee minder profiteren van die telefoon? Nee, ik bedoel alleen maar dat hoe het economisch systeem nu werkt en is opgezet, dat is niet zo simpel als te zeggen van we gaan het nu opeens daar maken. Mm-hmm. Want alle materialen, alle componenten, et cetera, daar zit een bepaalde specialisatie achter. Mm-hmm. Die gesegregeerd is en waar we allemaal op relyen. Niemand kan één product meer zelf maken. Dat is bizar als je dat beseft. Maar er zit heel Congo zit erachter, Zuid-Afrika, heel China, Maleisië, Vietnam. Het is een wereldwijd proces wat uiteindelijk in een telefoon eindigt. Dus mm-hmm. Dit is een wereldsysteem. Dit is een wereldsysteem denken, wat neo-Marxisten ook analyseren. En uiteindelijk concluderen. Even wat theorie in. En uiteindelijk concluderen zij, als we het zo wereldsysteem gaan denken, dat sommige landen profiteren van zo'n internationale handel. En andere landen profiteren. Als de conclusie zou dan zijn dat Congo de dupe is van zo'n. Als ik het goed snap. Dat is niet wat ik wilde zeggen. Hetgene is dat systeem complex werkt en dat we het eerst transparant moeten maken. Mm-hmm. Dat is een eerste stap om te snappen hoe die problemen zich ontwikkelen en hoe je die op kan lossen. Nou, het eerste wat we ons moeten realiseren en het gewoon hardop moeten durven zeggen is dat de profijt zit in de noordelijk halfrond en de grondstoffen en de ellende zitten in het zuidelijk halfrond. Is dat een open vraag, Aldis? Nee, dat is gewoon een constatering. Ja, maar ik ben benieuwd. Wie van jullie heeft een Fairphone, Maria? Ik heb een Fairphone gehad. Maar waarom heb je hem niet meer? Hij is kapot gegaan. Ik heb nu een tweedehands telefoon. Dat is ook verantwoord telefoon. Dat is hergebruik van mineralen. En daar wil ik ook nog wel iets over zeggen. Over de opmerking dat mijnbouw destructief is. Vertaal ik even. Dat is natuurlijk zo. Mijnbouw is geen prettige aangelegenheid. Ook al wordt het strak geregeld met arbeidsrecht, krijgen mensen eerlijk loon en wordt de omgeving in de gaten gehouden, dan nog zie je dat er ontzettend veel land overhoop gegooid wordt. En daar moeten mensen misschien wel van hun land af. Wat je echter wel hoopt, is op het moment dat netjes geregeld is, dat een land daar wel van kan profiteren. Zo hebben wij ook wel wat gehad aan onze gasinkomsten, maar zien wij nu ook wel wat de negatieve effecten daarvan zijn. Dus
helemaal alle mijnen sluiten is ook niet zo realistisch. Want we hebben nou helemaal heel veel grondstoffen nodig. Maar de bewustwording over wat we gebruiken, wat Laura ook al zei... Wie heeft die grondstoffen nodig? Maar goed, het wordt precies. In Congo hebben ze ook heel veel mobiele telefoons. Dus uiteindelijk gebruikt iedereen die grondstoffen en gaat iedereen die grondstoffen in bepaalde gebieden ook nog steeds meer gebruiken. Maar het is in ieder geval belangrijk om te weten wat je gebruikt. Ja, en ook de mobiele telefoons inderdaad, die kan je ergens inleveren. En we moeten zorgen dat als consument dat die niet in de la blijft liggen, maar dat die netjes gerecycled wordt. Mm-hmm. Echter, grondstoffen zitten ook in heel veel andere producten. Mm-hmm. En als je een windturbine hebt of het zit in je huis, wie heeft dan de verantwoordelijkheid om te zorgen dat op een gegeven moment de grondstoffen als dat huis wordt afgebroken, dat die grondstoffen, dat die hergebruikt worden. Mm-hmm. En dat is als consument erg ingewikkeld om dat te regelen. En daarom is het ook belangrijk dat heel veel partijen hierbij betrokken zijn en dat we gewoon nadenken over een ander model van hoe je grondstoffen inzet. En dat je dus gelijk ook al bij het ontwerp, en dat doet Verfang dus bijvoorbeeld ook, kijkt naar laten we zorgen dat op het moment dat deze telefoon op een gegeven moment kapot gaat, dat je het dan op een andere manier in kan zetten. En dat is dat gedachtegoed, dat is nog niet breed ingebed in de samenleving. En daar zit dus niet alleen maar de rol van de consument, maar dat is... Maar daarop zouden we stevig kunnen inzetten. Dirk-Jan, sorry, je hebt gepleit op een bepaald moment voor een keurmerk, maar je bent werkelijk teruggefloten. Dus jou vertelt dat jouw taak was om te rapporteren en niet om te ondernemen. Daar scoort Nederland best een goede beurt mee, vind ik, maar niet heus. Een keurmerk is toch een logisch idee? Ja, inderdaad. Dus en dat was ongeveer toen ik op de ambassade werkte 10 jaar geleden. Toen zag ik inderdaad al die problemen in de goudmijnen. En schreef inderdaad, vond ik, een heel goed bericht aan ons hoofdkantoor om te pleiten voor een keurmerk. Maar ik werd door mijn ambassadeur inderdaad teruggefloten. Die zegt van, Dirk-Jan, dat is veel te activistisch wat je zegt. Ga maar ergens anders werken. Dat heb ik toen ook een tijd gedaan. Daarna kwam er in ieder geval een minister die iets meer betrokken was om te zorgen dat die handel wat eerlijker zou worden. En ben ik een tijd terug geweest. En ben ik ook wel blij om te zien dat we in Nederland nu een goud convenant hebben kunnen tekenen. Dus dat is, al die juweliers en die goudsmeden hadden eigenlijk geen idee waar hun goud eigenlijk vandaan kwam. We hebben nu vorig jaar een deal gesloten met de vertegenwoordigers. Er zitten meer dan 1000 goudsmeden en juweliers bij. Dat ze allemaal transparant gaan worden over hoe ze hun goud inkopen. En, bindend, Dirk-Jan? Met represailles, inderdaad. Ze worden allemaal tegen de muur gezet op het moment dat ze er niet aan voldoen. Nee. Ik hou wel van een beetje actie. Het is een convenant, dus het is een meer naming en shaming. Hè. Dus als mensen er niet aan voldoen, dan komt een programma als Radar of Kassa komt langs om ze daarvan te zeggen dat proberen de burgers te mobiliseren. Maar het is grappig dat je dat zegt, want ik heb dus dat NOS verleden en ik kan me herinneren in 2000, dus dat is 18 jaar geleden, wilde ik met mijn camera naar Congo om het over coltan te hebben. Ja. En ik had het groen licht tot het allerlaatste moment en toen is het ingetrokken en is me nooit verteld waarom ik totaal no budget niet naar Congo mocht. Ja. Dat wil ik even in de groep gooien, want Ik word toch een beetje kriegel van het idee dat wat we hier doen alsof we echt heel hard ons best doen. Met name ook Nederland en het Westen. Terwijl ik dat gevoel gewoon niet heb. Ja. Dus dat moet jij nu bij me wegnemen, Dirk-Jan. ik begrijp wel waar je gevoel vandaan komt. Want wij hebben dus veel van die partnerschappen opgezet, zoals we het noemen. En wat we gewoon merken is dat het echt best wel lastig is om bedrijven daarbij te betrekken. We zitten hier niet voor niks met Fairphone, wat toch echt een sociaal bedrijf is, maar niet met heel veel andere bedrijven waar we net zoveel van gebruiken. Of het nou een Siemens is. En die proberen we echt erbij te betrekken.
Maar het interesseert ze gewoon niet goed genoeg. Dus nee, ik denk en dat... het interesseert dus kennelijk de media niet genoeg. Of iemand zegt dat we dat maar niet moeten uitzenden. Ik weet het niet. Ja. Ik tast ook in het duister. Het gaat Maria. Helaas ook nog wel een stapje verder. Want niet alleen is het zo dat er vrij veel bedrijven zijn... die hier niet heel erg in geïnteresseerd zijn. Ja. Maar ze lobbyen ook actief tegen deze wetgeving. Ik heb een aantal jaar in het Europees Parlement gewerkt... toen deze wetgeving werd besproken... en de lobby vanuit het bedrijfsleven was echt gigantisch. En die kwamen niet zozeer bij mij, maar er werden wel algemene e-mails uitgestuurd. En zij hebben heel veel middelen gezet om te zorgen dat deze wetgeving er niet kwam. En daar waren ze tot op zekere hoogte ook vrij succesvol in. Want ze hebben de Europese Commissie weten te overtuigen dat er alleen maar een vrijwillig voorstel kwam. Nou hebben we al heel erg lang vrijwillige richtlijnen die er al zijn. En die kunnen bedrijven al volgen. Dus we hebben niet nog een keer behoefte aan een, op een ander papiertje gedrukt hetzelfde verhaal. En uiteindelijk is in het Europees Parlement was er een meerderheid wel voor bindende wetgeving. Maar was er ook weer bij de verschillende lidstaten... was er ook weer een meerderheid voor vrijwillig. En dat komt ook heel sterk door die lobby, anti-lobby die er is geweest vanuit het bedrijfsleven. En dat is waar ik eerder al aan refereerde, is waar gaat het nou mis en waar stranden initiatieven ook, is omdat die inherente motivatie er gewoon nog niet is. Bij de bedrijven? Dus als of bij de politiek? Nou ja, beide dus, want het een beïnvloedt het ander. Kijk maar naar Shell recentelijk, ik bedoel... Precies. Ja. En op het moment dat die motivatie er niet is... is dus ook een wetgevend initiatief is niet voldoende. Want er ligt dan een bepaalde ondergrens. Dat wordt natuurlijk uitonderhandeld. En daar moet je daaraan voldoen. Deze wetgeving kijkt nu alleen naar 4 grondstoffen... en alleen maar naar de importeurs van de ruwe grondstoffen. Dus alle producenten van telefoons en alle apparaten... die hoeven daar niet aan te voldoen. Dus het is een heel klein groepje wat daar dan iets mee moet. Maar dat betekent wel dat alle andere risico's, dat niemand daarnaar gaat kijken. Want in de wet staat er alleen maar die 4 grondstoffen. Goed. En omdat die motivatie niet breed gedragen is bij die bedrijven... en omdat het primair gaat om centjes verdienen... en niet gaat over de sociale kosten van het maken van een product... en dat ook vanuit de consument niet de primaire vraag is... gaat dat systeem gewoon niet veranderen. Oké, maar het is dus een vicieuze cirkel. Want ik maak me sterk dat het gros van de consumenten... als ze dit allemaal zouden weten... op zijn minst de neiging zouden hebben... om, laten we het eventjes ethisch consumeren te noemen. Dus een beetje nadenken over wat je... Ik hoop het, maar je kijkt heel, heel... Nou ja, dat is een beetje het verschil tussen de burger en de consument... je kan daar wel op het moment dat er een alternatief voorhanden is, zoals een Fairphone, dan kan je dat doen. Maar het gaat wel voor alle producten. En het is, je ziet door de bomen het bos niet meer qua keurmerken. En wat is nou wel goed en wat is nou niet goed. En die verantwoordelijkheid bij de consument leggen is daarom heel erg ingewikkeld. Maar het moet ergens vandaan komen, toch? Ja, maar wie moet daarmee beginnen? Want wij als consument hebben niet inspraak in welke grondstoffen er wel gebruikt worden in een product en welke niet. Dus dat betekent dat wij er allemaal individueel een studie van moeten gaan maken waar producten vandaan komen en of het wel of niet goed is. En dat is wel een behoorlijk grote opgave en daar kan je dus wel je hele week mee doorbrengen. Misschien Laura, is dat de druppel in een oceaan, ver van? Als je dit verhaal zo hoort. Ja, nou, wij zijn natuurlijk mini als je het ziet op globale schaal. Ik bedoel, wij hebben 150.000 telefoons verkocht in... Hoeveel? Sinds 2013. 50.000? Nee, 150.000. Ja. Dus in dat opzicht zijn we heel klein. Maar ik denk dat gebrek aan informatie vaak... van wat gebeurt er nou echt achter die ketens? Wat zit er nou achter die ketens? Dat een belemmering is. Omdat wanneer je het niet weet, dan kan je er ook geen actie op ondernemen. En hoe krijg je dat naar buiten als de media niet meespelen? Nou, ik denk dat de media best wel meespelen. Nee. Alleen... Ik vertel toch van mijn verhaal van net. Nee, inderdaad. Dan weet ik niet wat dat was. We zoeken het uit. Er is niemand van de media hier, maar Flip... Nee, maar in feite hebben we het nu intussen over een duurzame economie in zijn algemeenheid. En terecht, hè. Maar we weten toch hoe dat werkt. We weten hoe slecht vliegreizen is voor het klimaat en toch gaan we vliegen. We weten dat vlees
vlees eten slecht is, en toch zijn de meeste mensen die nog vlees. Allee, zo werkt het toch. Waarom kopen we niet allemaal fairtrade? Ja, zo werkt het. Dat gaat over de menselijke psychologie. Wat moeten we daaraan doen? Ik denk dat heel veel in de media is het heel duidelijk wat er allemaal fout aan het gaan is vandaag. Als je de, zelfs in daar moet je geen kwaliteitskranten voor lezen om dat te weten. Dat iedereen is nu wel op de hoogte. Maar er is iets in ons dat ons toch altijd verzet om die volgende stap te zetten. En dat gaat veel dieper. En het enige wat wij kunnen doen, of Fairphone, is dat aanbieden. En ja. And that's it. Dus wij moeten het volk voeden, Dirk-Jan. So, we moeten solidariteit voeden. Maar dat is wat NGO's altijd maar doen. Hè? En met campagnes en wat de media zou moeten doen. En wat initiatieven doen. En de overheid, als ze zin heeft, doet dat ook een keer. Hè? Af en toe. Ja. En dat is positief bedoeld. Ja. Hè, Wel, beperkt ook. Maar Dirk-Jan is de mens in essentie gewoon geïnteresseerd. Selfish. Dat is een hele cynische beeld, hè. Om naar huis mee te gaan. Ja, ik word er ook niet helemaal happy van. Nou, maar ik ga jou happy proberen te maken. Ja. Duurzaam happy? Nou, ik ken je nog niet zo heel erg lang. Dus ik weet niet precies hoe ik dat kan bewerkstelligen. Maar wat ik wel zie is inderdaad, en dat vond ik echt een heel valide punt wat jullie maken, is dat er te vaak wordt gesproken over oplossingen over de Congolezen. Dat we echt een veranderslag moeten maken. Dat je veel meer naar oplossingen gaat samen met de Congolezen. En daar zie ik wel een aantal mooie initiatieven. Wat ik heel erg leuk vind, en het gaat ook over die transparantie. Dat is een initiatief, dat noemen we de Extractive Industry Transparency Initiative. Dat is een initiatief voor transparantie in die extractieve sector. En daarin wordt dus heel erg gekeken van, jongens, hoeveel geld wordt er nou eigenlijk verdiend in een land? En komt dat ook echt bij de overheid terecht en komt het ook echt bij de burgers terecht? Van wie is het initiatief? Van de Congolese overheid met allemaal andere overheden in ontwikkelingslanden, maar ook overheden, ook Nederland sluit zich nu bij aan. Als het goed is gaan we morgen onze kandidatuur daarvoor stellen, want Congo zei, wij zeiden tegen Congo, je moet lid worden. Maar Congo zei tegen ons van, hallo, kijk eens even wat bij jullie in Groningen gebeurt. Moeten jullie ook niet een beetje lid worden? Ja, geef ze zo'n gelijk. Ja. Hebben de Congolezen serieus iets gezegd? Ja, ze wilden wel een capaciteitsopbouwmissie naar ons toesturen. Dat hebben we wel humor. Dus, ik hou er wel van. Dus ik vond dat. Ja, dus ik denk dat wie houdt wie verantwoordelijk? Ik denk dat we elkaar allemaal verantwoordelijk moeten houden. Exactly. En, dus ik denk dat er wel een goede initiatieven zijn. Maar daar moeten we gewoon voor ons blijven inzetten. Want onverschilligheid is volgens mij inderdaad een van de grootste problemen. Misschien wil Kiza nog even de zaal in om te kijken wie zich geroepen voelt om zijn of haar consumptiegedrag aan te passen. Misschien hebt u een idee over wat u kunt doen. En no pressure, people. Niet om bij jou toe. Ik krijg wel de vraag. Eigenlijk nog een soort van heel korte vraag. Want er werd net naming en shaming gezegd. En er zijn heel veel lobbyisten tegen allemaal wetgeving. Maar kunnen we ergens dat als consument checken of zien? Wordt dat bijgehouden wie wat waar tegen lobbyt? Of welke banken bijvoorbeeld wat steunen met geldstromen? Want het gaat allemaal om handel. Kunnen wij. Kan ik er echt inzicht in hebben welke bedrijven wel niet goed zijn? Jij zou daarvoor zijn, zo'n transparantiesysteem. Ja. Oké, bestaat het al? Bestaat. Nee. Nou, dat is een vraag, hè? Er gebeurt wel het een en ander. Ja. Maar goed, ik denk dat er nu parallel aan deze sessie is er ook een gesprek gaande in de Tweede Kamer met Rutte over de afschaffing van die dividendbelasting en waar dat nou precies ook alweer vandaan kwam. Dat is natuurlijk een goed staaltje lobby geweest van een aantal bedrijven, waaronder Shell. En dat konden we niet terugvinden in de papieren. Dus er zijn wel, bijvoorbeeld op Europees niveau is er ook een lobbyregister en moeten alle bedrijven inschrijven, aangeven wanneer zijn ze precies in het Europees parlement. En sommige politieke partijen doen dat ook. Maar uiteindelijk gebeurt het meeste natuurlijk gewoon in achterkamers en kan je daar heel weinig informatie over vinden. Dus er is wel een tendens om het meer te doen. Maar dat moet echt nog veel scherper. Qua banken is er volgens mij wel een bankenwijzer met een, ik weet de naam even niet meer, maar met een ranking van verschillende banken. Als je het googelt, daar kom je er wel op. Mm-hmm. Die niet belachelijk lang geleden is uitgebracht, waar je kan zien op bepaalde onderwerpen hoe banken scoren. En dat gaat ook om eerlijke bankwijzer, dank je. Ja. En voor mobiele telefoon en elektronica nog niet? Je hebt Ranker Brand, maar die hebben, en je hebt de Greenpeace Guide to Greener Electronics. Die kijken echt heel erg naar de environmental aspecten. Kunnen we dit allemaal straks terugvinden op de website? Deze
Nou, ja, dat mensen thuis kunnen checken. Dus Greenpeace onthouden denk ik wel. En Rank-A-Brand. Rank-A-Brand. Ethical Corporation. Mm. Hebben ook een ranking. En hoe zinnig zijn deze rankings? Hoe zinnig zijn deze rankings? Nou ja, eerlijk gezegd, ik vind ze wel zinnig. Om twee redenen. Aan de ene kant vind ik dat Rankings... Van komt altijd bovenaan. Oh, nou, is dat echt zo? Scoren jullie altijd als het beste? Nou, kijk, als je bijvoorbeeld de Amnesty-ranking... die heeft net een ranking gedaan van allerlei bedrijven op kobalt. En dat is echt letterlijk iets wat wij dan weer als Fairphone kunnen gebruiken... om naar onze suppliers te gaan van... jij wil niet onderaan de ladder staan, toch? Dus kom, we gaan samen een project opzetten. Dus in dat soort opzichten en om echt meer awareness te creëren... en soms ook echt gewoon heel hard te pushen in je supply chain... van we willen dit anders doen... kan dat echt ontzettend nuttig zijn. Ja, zeker. Nog even wat ruimte voor de zaal. Hoeveel vragen mag ik nog? Twee, zeg ik. Twee vragen? Ja. Om even advocaat van de tafel te spelen. Als de consumenten toch maar poppetjes zijn... die eigenlijk een beetje hun instincten volgen... en die het eigenlijk wel weten, maar het niet doen... Is het dan niet louter de rol van de overheid? Om eigenlijk meer wetten te gaan stellen... ook meer op Europees niveau te gaan samenwerken, op globaal niveau te gaan samenwerken. We moeten niks van de consument vragen. Nee, ik vraag, is dat niet eerder de rol van de overheid dan zeg maar de rol van de consument? Als ik advocaat van Babel mag spelen. Ja. Ik denk dat jullie of wij al geen poppetjes zijn, bewust kiezen, maar we zijn een beetje lui soms, hè, maar we zijn heel bewust, we kunnen bewust zijn. Ik denk wel, en dat is de agenda van NGO's natuurlijk, dat we overheden moeten pushen om dingen wel streng scherp te stellen en niet altijd uitzonderingen te maken. Ik denk best wel dat de overheid meer kan doen om dwingende normen te promoten en die altijd maar groeien enzovoort. Er is al heel veel illegaal verklaard dat vroeger wel kon, dus we zien dat groeien, dat moet verder groeien en dat gaat de consument helpen. Neem die plastic zakjes, dat is zo'n typisch voorbeeld. Nu eindelijk gaan ze dat moeilijker maken. Ja, laten we het niet over het plastic gaan hebben, want dan begin ik aan een heel nieuw thema. En dan, we wachten daar dan 50 jaar op en opeens is er dan... In de tussentijd hebben we een eiland leeggekapt. Never mind. Yes. Ik ga naar de volgende vraag. Maar is dat niet het probleem als we de overheid hebben, dat we het over onze overheid hebben? En dan gaat dan tegen jouw punt, Dirk-Jan, over het samenwerken. Want we denken dan als vanuit de westerse consument... of als westerse overheid, Nederlandse, Belgische overheid... dat we de problemen daar kunnen oplossen. Is dat niet het probleem? Dat wij dat denken? Ja, of dat wij ons daar verantwoordelijk voor voelen. Nou, we hebben een deel van die problemen veroorzaakt. Dus we mogen ook wel een beetje helpen opruimen. Maar laten we nog een vraag uit de zaal pakken. Het is een serieuze vraag. Want het gaat nu over wij als consument, onze overheid. Ja. En we praten over Nederland en België. Is dat niet het probleem? Nou, ik denk dat we als overheid wel degelijk een verantwoordelijkheid hebben. We hadden het over wetenschappelijk of wederzijds accountability. Hè, dat je elkaar rekenschap aflegt. De Congolese overheid heeft gewoon allemaal internationale verdragen getekend. Over de rechten van de kind, over de vrijheid van meningsuiting. En dan vind ik dat wij als Nederlandse overheid, of als EU, ook kunnen zeggen van ja, goh, jij hebt je daaraan verbonden. Wij hebben ons daar samen aan verbonden. Houd je je er ook aan? Dus ik denk dat we zeker onze overheid ook een rol heeft om zijn diplomatieke krachten te gebruiken. Flip? Ja, onze overheid kan goede maatregelen maken in consultatie. Door mensen daar te consulteren. Het is niet omdat onze overheid een wet maakt dat die dom en blind moet zijn en ongeïnformeerd. Dat is net het pleidooi. We kunnen wetten maken, maar die moeten gemaakt worden met samenwerking. Ik vraag dat omdat we dat nooit over Australië en Rusland doen. Maar als het om Congo gaat, doen we dat wel. Dus... Maar de Congolezen willen dat zwarte mensen ook, niet zelf dus... kunnen nadenken. Nee, dus ze hebben ons nodig, kiezen. Hier zit in het panel geen Congolees, maar Congolese NGO's hebben ook een agenda. En dat is niet zomaar wat westerse ideeën van ons, wat er moet gebeuren. Die Congolezen willen ook dat er wordt opgeruimd. Hè. Vanuit hier? Ja, die vinden dat wij een deel verantwoordelijk zijn. En dat Kabila is verantwoordelijk en wij zijn verantwoordelijk. Dus er moet gewerkt worden. Die zetten ons ook aan het werk. Ja. Oké, okay, laatste vraag iemand uit de zaal. Anders? Laatste vraag aan u de eer. En is het niet zo dat bedrijven gewoon een keer eens gestraft zouden moeten worden? We hebben het nu de hele tijd over de landen, over ons als burgers. Ver van met al zijn goede gedrag. Maar je vecht tegen een iPhone of Apple die Foxconn heeft. En weet je, het allerergste wat je kan overkomen is een beetje slechte PR.
Ja, maar ik denk voel dat een politicus in wording. Ik denk dat daar NGO's ook heel erg goed aan bijdragen. Als je ziet naar de laatste rapportage van Amnesty of bepaalde rapportage van Greenpeace en et cetera. Dat raakt ze echt wel. De vraag is altijd in hoeverre het straffen, en dan komen we weer op zo'n semi-filosofisch debat. In hoeverre werkt de carrot en de stick? En ik denk dat je een combinatie nodig hebt. Als je alleen een stick neerzet van als je het niet doet, dan word je gestraft. Dan krijg je ook inderdaad vaak die negatieve effecten die je ziet. Dus een risicovermijdend gedrag waarbij niet extra geïnvesteerd wordt. Als je dat combineert met iets waar ook als je kan aantonen dat er een markt is voor betere producten en kan dat ook een waardevoordeel bieden voor die bedrijven, dan gaan ze sowieso wel moeven. Dus je moet een koekje geven. Ja. Laura, dus je moet een koekje geven aan Apple als ze het goed doen. Dat zoveel mensen een telefoon hebben gekocht voordat de telefoon bestond van een bedrijf dat nog nooit een telefoon heeft gemaakt, was best een teken aan de wand voor hen van. Zie je wel, zelfs consumenten zijn zelfs bereid dit erin te leggen. Dus ja, dat helpt voor ons om ook aan te tonen van hier is ook een markt voor. Om hun te bewegen om zelf de acties te ondernemen. Dat is uiteindelijk ons doel. Punt gemaakt. Ik wil jullie allemaal nog even vragen om ons met iets positiefs naar huis te sturen. En niet een hele nieuwe gedachte, maar gewoon iets waarvan we denken we hebben niet voor niks de hele avond hier zitten praten. Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, ik probeer de positieve dingen te zeggen. Bedrijven moeten gestraft worden. Ik denk dat wel af en toe gebeurt. Misschien nog niet genoeg. Ja, Shell is enorm afgestraft ook. Ja, dat is echt heel pijnlijk. Nee, maar voor de corruptie zie je nu dat ze in Amerika zijn ze veel strenger dan in Nederland eigenlijk over corruptie. Zie je dat echt bedrijven die corrupt zijn in Congo echt vette boetes krijgen. Ik zie wel dat dat tij een beetje aan het kantelen is. In Nederland zie je dat er nog iets minder gebeurt. Je ziet wel dat wapenhandelaars nu in Nederland en nu veroordeeld worden voor wat ze gedaan hebben in Afrika. Dus langzaam gebeurt het, maar dat is nog een lange weg te gaan. Goed. Maria? Ja, ik moest iets positiefs zeggen. Ja, het moet, verplicht. Nee, er moeten echt nog heel veel meer wetten komen. Want het gaat echt veel te langzaam. Want we weten al heel veel jaren dat het misgaat. En toch zijn er nog steeds heel veel bedrijven die heel weinig doen om te zorgen dat zij in ieder geval hun verantwoordelijkheid nemen. Dus dat is het negatieve. Het positieve misschien. Ik zou zeggen, inspireer elkaar en vertel dit verhaal door. Want ik heb ook wel eens gehoord van kranten of van media. Dit is veel te ingewikkeld. Dit onderwerp dat is te ingewikkeld. Dat kan ik niet zo opschrijven. Dus een andere keer misschien. Dus ik zou een oproep graag willen doen aan ieder hier in de zaal om het hier toch over te hebben. En om te kijken wat we gezamenlijk, en dus niet gezamenlijk als consumenten, maar gezamenlijk met overheid en andere overheden en bedrijven en consumenten kunnen gaan doen om dit heel prangende probleem toch echt een keer aan te pakken. Nou, mooi. Filip? Ja, positief. Ja. Maar, nee, maar ik, dat kan wel hoor, want we hebben het in die 15 jaar, dat was de vraag van 15 jaar geleden kon deze vraag gesteld worden, nu terug, maar er is dat, je voelt langs alle kanten, heel veel initiatieven zijn genomen, dat de kans veel kleiner is dat je conflictmineraal in je gsm hebt en mensen ermee bezig. Dat is op zich positief. Maar wat ik ook denk, dat is dat als we een goede transitie in Congo krijgen, dat er heel veel mogelijk is met dat land. Er heel veel potentieel is, heel veel goede mensen. Het is een van de rijkste landen ter wereld, per slot van rekening. Als we dus als Kabila dat moet gunnen. Weg, hashtag. Ja. Dan haal ik hieruit. Ja. Ja. Oké, okay. Even politieke stemmen. Kisa, jouw laatste gedachte. Van wat ik hier haal, word ik alleen maar ellendig van. Ja. Helaas. Het is een complexe situatie, de structuren zijn fout. Maar Dirk-Jan is meer van de positieve verhalen over Congolezen die en anders zegt blijven hij, ik glimlachen. Pas. Maar ik vind het toch wel tragisch, want van een telefoon die in China is gemaakt, kan je niet eten. En van glimlach kan je geen land bouwen. Dus ik ben absoluut niet positief. Om te zien dat wij vanuit Amsterdam denken hoe wij deze misère kunnen oplossen. Maar dat is niet vanuit Amsterdam, hè. Dus er zijn heel veel landen.
inclusief in Congo zijn mensen erover bezig. Dat is niet dit clubje, dat, nee, hè. Dat is veel. Maar misschien dat toevallig hier, hè. Dit is dan wel positief om mee te nemen. Ja, dit is wel een positieve. Toevallig omdat wij zijn. Sta erop dat je met iets positiefs eindigt. Nee, maar dit vind ik wel positief om mee te nemen. Goed zo, mooi. De wereld kijkt en zet zich in. Ja, tenslotte, dat zien jullie zelf ook. Ik ben zelf dol op mijn gadgets. En niet alleen op persoonlijke titel, maar ik zou simpelweg mijn werk niet zonder kunnen doen. Maar ik hou mezelf dan een beetje voor de gek dat wanneer dit oude beestje, want het is echt een hele oude hoor mensen, wanneer die eindelijk de geest geeft, dan neem ik hem mee naar Jamaica, waar ik heel vaak ben. En dan altijd desnoods met schroefjes en een stukje plastic. En in Jamaica is er altijd iemand die dat ding weer aan de praat krijgt en dat nog 20 jaar gebruikt. En dat is voor mij dan een druppel op de gloeiende plaat. In ieder geval het poffertje. Het poffertje, precies. En omdat ik zo ontzettend druk ben met mijn gadgets, wil ik toch even de groepsfoto van de avond maken. Dus even kijken hoe we iedereen erin krijgen. Gefinancierd door Congolese Coltan. Ik wil iedereen... even kijken. Maria, jij moet een beetje opzij. Ja. Jongens, en allemaal zwaaien. Wacht even, zo. Ja. En dan ga ik deze foto ergens twitteren of zo. En als iedereen nou retweet, dan zijn we in ieder geval al bezig met het verspreiden van dit bericht. Ik wil iedereen hartelijk danken voor hun komst. Philip Reiniers. Maria van der Heijden. Dirk-Jan Kok. Laura Gerritsen. Kiza, dank je wel voor het samen presenteren. Ja. En dit is een laatste programma. Ik weet dat de organisator helemaal niet gezien wilde worden. Maar voor de Bali Academie een applaus. Misschien kunnen jullie opstaan. En zo is dat. Bali Academie. En dank jullie allemaal voor je komst, voor het luisteren en voor het meepraten. En volgens mij moeten we nu even allemaal naar het toilet en of iets drinken. Hartelijk dank. Tot de volgende keer. Jongens, bedankt, hè. Dank je. Ja, het, heel leuk. Ik vond het een goed gesprek. Ja.